Goedenavond, dames en heren. Het is inmiddels 8 uur geweest. Ik denk dat er nog wel wat mensen binnenkomen druppelen, volgens de lijst die ik heb gezien. Maar we gaan toch beginnen, want anders halen we het niet rond 10. Dat is toch wel het tijdstip waarop we meestal gewend zijn om af te ronden. Mijn naam is Jan van der Ede. Ik ben gevraagd dit onderwerp in banen te leiden. En dat is maar goed ook, want over de inhoud heb ik niet zoveel te zeggen. Behalve dat het een belangwekkend onderwerp is. Een zoete droom van de algoritme. Van het algoritme. Dat is nog een veelzeggende titel. Misschien wel cynisch of ironisch, dat moet nog blijken. Het gaat wel over een onderwerp waar heel weinig mensen veel van weten. En heel veel mensen weinig tot niks van weten. Ik hoor zelf bij die laatste categorie. Dus dat tot uw geruststelling misschien. Maar het is een hot item. In de NRC van vandaag stond een jongen met gekleurd haar die bij Cambridge Analytica heeft gewerkt en die even een boekje opendeed over de gang van zaken achter de schermen, waar wij dan eigenlijk helemaal niets van weten, welke werelden daarachter schuil gaan achter al dit geweld. Goed, wij gaan straks eerst naar een filmpje kijken. Ik moet een huishoudelijke mededeling doen. Dit gebeuren van vanavond wordt, zoals u ziet, opgenomen en uitgezonden, livestream via YouTube. Dus dat betekent dat wie ook iets zegt, dat in een microfoon moet zeggen. Anders komt het absoluut niet door, dus dat is wel een randvoorwaarde. Voor de pauze, dan wordt de microfoon bij u gebracht als u zo nodig iets te berde wilt brengen. En dat vinden we altijd heel prettig als er debat ontstaat. Hè? Zo heet dit centrum, dit is een debatcentrum. Goed. De orde van vanavond, voor de pauze hebben we experts aan het woord. Dat kan ook wel eens een keer een informatieve vraag van de zaal ertussendoor natuurlijk. Na de pauze hebben we meer debat met zaal en experts. Dus zo zit het in elkaar. Klassieke formule blijkt hier toch vaak wel te werken. Ik zal u straks de sprekers voorstellen. Maar eerst gaan we naar het filmpje van de VPRO. Dit zijn de sprekers zoals u ziet. Straks ziet u ze in levende lijven. Ze zitten daar. We kunnen nu naar het filmpje overgaan. De VPRO. Tegenlicht. There have been some very high-profile failures, including, you know, whether it be eBay or Facebook or Twitter or YouTube. A number of these sites have never been able to access consumers because of censorship, in the case of Twitter and YouTube and Facebook. Or if they did have some early access, it was cut off pretty soon by the firewall. So the Chinese government is very careful about managing public opinion. So if your product as a Western internet company is something that can be used for mass mobilizations of people, you're very unlikely, frankly, to be able to enter China. Je hebt helemaal geen Twitter nodig in China als goede Chinees. Je hebt namelijk Chinese Twitter. Je hebt geen Facebook nodig, geen Amerikaans internetbedrijf, want je hebt een prachtig Chinese variant van Facebook. WeChat, I think they have 800 million users, and then that's pretty much everyone is using mobile, is using WeChat. We open it up in the beginning of the day when you wake up, and then you close it at the end of the day. We post everything about the life and then comment on other people, and then we do the payments through WeChat. So there's the WeChat payments. WeChat is Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp, PayPal all together. The ability to share information across countries, across databases, is creating huge power for big tech. Technology companies globally increasingly have so much power that even nation states are struggling to restrain them. And that's also true in China. But in the difference is in China, the Chinese government is keeping a very close eye even on Chinese technology companies to see, you know, how far they're going to go with this. Kan je ook niet stellen dat de Chinese overheid, ook al kan je er heel kritisch op zijn,
bepaalde risico's en uitdagingen van het internet veel beter heeft begrepen en in een veel vroeger stadium dan het Westen. Dat zeg ik al een hele tijd. De Chinezen hebben het internet veel correcter ingeschat dan wij en dat hebben ze 10 jaar eerder gedaan. Je hebt het nieuwe ontwikkelingsplan voor de big data-industrie. De Chinese regering heeft daar allemaal plannen en documenten voor. Heel gesofisticeerd, heel gedetailleerd. En zo ongeveer de eerste paragraaf daarvan zegt: data is het olie van de 21ste eeuw. Data is the new gold. The idea of who owns the data and where the data resides is a global question now. But it's true that China has been particularly insistent that databases are maintained locally. Als je daar wil bestellen en het zit op servers, op data, of het is data wat in China zit. En de consequentie daarvan is dat wordt doorgegeven aan de Chinese overheid. Ik denk dat het dan wel goed zou zijn als wij dat beter zouden begrijpen. Dat er regels zijn waarin misschien de Alibaba's van deze wereld dat nog even uitleggen aan de consumenten. Dat de consequentie is. Hè? Of dat misschien jouw gedrag op Alibaba er uiteindelijk toe kan leiden dat je halverwege Hongkong het vliegveld even terug wordt gestuurd. Ja. Goed, een paar korte fragmenten en dan China betreffend. Ik wil de eerste spreker graag uitnodigen om naar voren te komen. Dat is Rutger Rings. Die kan richting spreekgestoel te gaan. Ik had begrepen dat je verkouden bent. Ja. En dat je toch bent gekomen. Nou, bedankt in ieder geval. Dat is heel mooi. Je gaat praten over datagedreven werken, denk ik. Ik denk over de kansen daarvan, maar misschien ook wel over de valkuilen. We zullen het zien. En ik was natuurlijk heel benieuwd, maar misschien na afloop van je praatje vraag ik je nog wel even, dan kun je daar vast op voorbereiden, of je de verrader van Anne Frank hebt kunnen vinden via Big Data. Goed, aan jou het woord. Goed ingelezen. Nou, dank voor de uitnodiging. Heel leuk om hier te mogen staan. Ik hoop dat het goed gaat. Misschien helpt het als er een glaasje water een beetje in de buurt is, maar ik zal proberen zo min mogelijk te hoesten. Hebben jullie allemaal de uitzending gezien helemaal van Tegenlicht? Misschien is dat wel even een goede... Ja, nee ook. Mag ik wat handen zien? Wie heeft het niet helemaal gezien? Nou, dat is toch ongeveer een helft. Nou, een van de uitspraken die ik heel mooi vond, of die me in ieder geval aan het denken zette, was die van China-deskundige Rogier Kremers. Die was zo net ook nog even in beeld. Die vertelde dat de Chinezen het internet eigenlijk veel beter hadden ingeschat dan de westerse landen. Maar een van de dingen die hij ook zei... Oh, sorry. Een van de dingen die hij ook zei was dat een staatsvorm een structuur nodig heeft om te kunnen overleven. En nou ja, als je dat dan projecteert zeg maar, op de hele digitalisering, dan zie je dat ze daar in China heel anders mee omgaan dan in Nederland. En nou ja, het grappige eigenlijk is dat ik meteen moest denken aan een van mijn oude functies binnen de politie. En dat de politie als organisatie eigenlijk ook een structuur is die is opgericht om de staatsvorm zoals we die in Nederland kennen tot een succes te maken. Hè, en dan zijn er ook inderdaad mensen die het liefst helemaal geen politie willen. En sommigen die willen de rol van de overheid misschien wel helemaal marginaliseren. Een soort mooie utopische droom van oneindige vrijheid voor de burger. Maar ook wel mogelijk uitmondend in een, wat ik dan onbestuurbare anarchie heb genoemd. Hè, en wellicht hoop ik daar nog iets van tegengas op te krijgen van een van de volgende sprekers. Maar de vraag is natuurlijk van in hoeverre kunnen wij ons vinden in de structuren die China heeft georganiseerd. En nou ja, in Nederland staan we aan de andere kant van het spectrum. Want het permanent monitoren van alle burgers is iets wat gewoon eigenlijk niet passend is in onze huidige samenleving. En helemaal niet in een samenleving waarin privacy en zelfbeschikkingsrecht ook grote waarde hebben. En dit ondanks dat het social crediting systeem ongetwijfeld ook een afschrikwekkend effect heeft op bijvoorbeeld potentiële criminelen. Werkt het daardoor vast ook heel preventief en voorkomt het vele vormen van criminaliteit. Hè? En de vraag is dan, ja, moeten wij in Nederland dan ook zo ver durven gaan?
Nou ja, zelf denk ik van niet. Maar de vraag die zich hier wel een beetje opdringt is van... ja, wat vinden wij in Nederland dan wel acceptabel? En waar ligt dan die grens? Hè? Moeten we überhaupt mee met die digitaliseringsgolf? Of willen we dat we misschien wel op basis van onze huidige normen en waarden of inzichten... gewoon blijven doen en laten zoals we nu de samenleving hebben ingericht... met het risico dat we in no time worden ingehaald of worden opgeslokt door het grote China. Dus Alibaba bol.com overneemt. Dat is natuurlijk iets wat in de uitzending ook naar voren kwam. Ja, waar blijven we dan? Mijn constatering is eigenlijk dat na 10 jaar voor de overheid te hebben gewerkt, waarvan 8 jaar voor de politie, dat de overheid ook echt wel gebaat is bij het inzetten van moderne technologie om haar taken gewoon goed en misschien zelfs wel beter te kunnen uitvoeren. Hè? De politie heeft altijd te maken met te weinig capaciteit. En met behulp van moderne technologieën, zoals het verzamelen van data en het opwerken tot nieuwe inzichten daarvan, is zij gewoonweg in staat met minder capaciteit beter werk te leveren. Dus de digitalisering van de samenleving die eigenlijk nu gaande is, maakt dat er steeds meer data van alles en iedereen beschikbaar komt. En deze data geeft niet alleen een beeld van individuen en hoe de samenleving in elkaar zit. Dat maakt het ook mogelijk om voorspellingen te doen over hoe individuen en ook de samenleving zich zullen ontwikkelen. En over het doen van voorspellingen in de politiële context heb ik een aantal jaren geleden een boekje geschreven. Dat kan je gratis downloaden en het heeft de titel gekregen Predictive Policing, kansen voor een veilige toekomst. En predictive policing is een vorm van politiewerk waarbij getracht wordt om met behulp van voorspellingen misdaad te bestrijden. En de subtitle, kansen voor een veilige toekomst, die is dubbelzinnig en ook bewust dubbelzinnig gekozen. Want er staat eigenlijk nog net geen vraag tegen achter. Want naast dat het over wiskundige kansen gaat, gaat het ook over de kans om het politieapparaat te versterken met nieuwe technologie, inclusief de voor- en de nadelen hiervan. Nou ja, want zoals gezegd ben ik echt wel ervan overtuigd dat de politie haar taken veel beter kan uitvoeren als men inzet op voorspellende technologieën. Maar ook hier geldt, tegen welke maatschappelijke prijs willen we dat doen? Rutger, als ik je vragen mag. Was dat nou, dat heb ik ergens gezien, een soort van buienradar, maar dan voor de boeven? Nou ja, inderdaad. Alleen dan wordt er een voorspelling of een verwachting uitgesproken waar er een vergrote kans is op woning- en bedrijfsinbraken. Ik zeg er zo nog wat meer over. Maar kijk, het grappige is overigens wel dat zodra het over het doen van voorspellingen gaat, iedereen altijd een beetje wat eigenaardig gevoel krijgt. Hè? Voorspellen, kan dat wel? Is dat het niet het domein van futuristische science fiction films, waarin waarzegsters of bijvoorbeeld waar warrige waarzegsters handpalmen interpreteren en sterrenstanden vertalen, hè, in uitlatingen over hoe de wereld van morgen zich zal gedragen. Maar ja, natuurlijk is het niet mogelijk om alles te voorspellen. En al helemaal niet met een scoringskans van 100%. Ja, kijk maar naar het weer of naar de verwachte aankomsttijd op je navigatiesysteem. Maar geholpen worden we wel door die nieuwe technologie. En de toenemende hoeveelheid data maakt dat we er ook steeds beter in worden. Hè? Het systeem is zelflerend geworden inmiddels. En kan ook veel beter voorspellen hoe laat jij aankomt op een bepaalde locatie. Maar ook is de wereld van data, algoritme en technologie voor heel veel mensen heden ten dagen nog abracadabra. En misschien wel precies die science fiction. En dat helpt eerlijk gezegd ook niet om de mystieke sfeer die rondom het thema hangt ook te doen omslaan in een evenwichtig democratisch debat. Hè? ICT, waar staan die letters eigenlijk voor? Weet u het nog? Anouska Miltenburg. De stand van zaken bij de nationale politie. Onze eigen nationale politie in Nederland die is sinds een jaar of 5 al actief op het domein van predictive policing. En gebruikmakend van alle data die zij verzamelt door haar eigen medewerkers op straat of door sensoren uit de openbare ruimte of open bronnen, wordt het zogeheten criminaliteitsanticipatiesysteem gevuld met data die hotspots uitrekent
hotspots, wat zo even werd aangehaald, die laten zien waar de kans groot is op een toekomstige woning- of bedrijfsinbraak. Nou is er natuurlijk wel goed over nagedacht welke data dan relevant is en welke data niet relevant is, want we gaan niet zomaar lukraak alle data verzamelen. Maar het voorspellen gaat op zich best goed. Het systeem is behoorlijk nauwkeurig en het wordt ook steeds beter. En door gebruik te maken van allerlei indicatoren afkomstig uit verschillende databronnen, is het systeem in staat om gebieden aan te wijzen waar in de toekomst dus meer of minder woning- en bedrijfsinbraken worden verwacht. Zo is het weer een belangrijke voorspellende factor natuurlijk. Hè. Als het regent, dan gaan de boeven niet de straat op. Maar speelt bijvoorbeeld ook de gemiddelde afstand van de woningen tot de meest dichtstbijzijnde oprit van de snelweg vermoedelijk een rol. Nou ja, en de vraag hoe je nou komt tot de optimale set aan indicatoren enerzijds en anderzijds hoe het algoritme bepaalt om op basis van deze indicatoren nou een voorspelling te doen. Dat zijn typische vragen voor domeinexperts en data scientists die eigenlijk gewend zijn om fenomenen zoals woning- en bedrijfsinbraken te modelleren om uiteindelijk die zinvolle voorspelling te kunnen doen. Maar ja, kunnen dan alle fenomenen op een dergelijke manier worden voorspeld of wat is daar dan voor nodig en willen we dat wel? Nou, in de eerste plaats is het zo dat er voor het doen van goede voorspellingen heel veel data aan nodig is. En deze data is vaak niet direct beschikbaar. Deze data moet schoon zijn en nog eens representatief en hij moet ook nog eens een afspiegeling zijn van het fenomeen. Homogeen verdeeld zijn en nou ja, ga zo maar door. Met het risico dat als er in een bepaald gebied bijvoorbeeld meer gepatrouilleerd is dan in een ander gebied, ja, dan is de kans misschien wel groter dat er daar in dat gebied waar meer gepatrouilleerd is ook wel meer inbraken zich manifesteren in de data. Daar moet je voor compenseren natuurlijk. Zomaar een aantal typische en vaak complicerende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden op het moment dat je een bruikbaar voorspellend systeem wil maken. En daarnaast, als het bruikbaar is, is het ook nog niet automatisch in gebruik genomen. Hè? En wat nou als het algoritme steeds weer die achterstands of die moslimwijk aanwijst als de plek met de grootste noodzaak om te surveilleren? Het is goed denkbaar dat naast woning- en bedrijfsinbraken er in de toekomst ook andere fenomenen aan het tableau van de politie worden toegevoegd op een manier dat voorspellingen gedaan kunnen worden over waar zich in meer of mindere mate een bepaald fenomeen zal voorgaan doen. En dan gaat het nu alleen nog over het voorspellen van locaties, maar het voorspellen van tijdstippen, criminele carrières of recidieve kans laten zich eigenlijk op eenzelfde soort gelijke wijze modelleren. En experimenten met voorspellende systemen bij de politie gaan tot nu toe dus nog over plaatsen en locaties, maar systemen die op individueel niveau gaan voorspellen zijn een volgende stap waarbij de kansen voor het oprapen liggen. In de bankensector ten aanzien van kredietwaardigheid of in de onderwijssector ten aanzien van slagingskans zijn dergelijke systemen al veel langer gemeengoed. En hoe mooi is het als we de kans op het niet terugbetalen van leningen en het niet behalen van een diploma of het zich ontwikkelen van een crimineel of het zich ontwikkelen tot een crimineel al kunnen voorkomen door het inzetten van vroegtijdige interventies. Ik zet hem even scherp aan, hè. Een vraag die ik vaak krijg is of misdaad zich wel laat vatten in patronen die maken dat we kunnen voorspellen waar of wanneer een crimineel feit zich bijvoorbeeld voor zal doen. En toegegeven, dat zei ik net ook al, voor het ene fenomeen is het eenvoudiger dan voor het andere fenomeen. Maar vaak is er daarnaast in generieke zin vaak makkelijker iets te zeggen dan in specifieke zin. En daarnaast moet er heel veel schone en objectieve data beschikbaar zijn. Maar het kan wel degelijk. Het is namelijk vaak ook zo dat vele vormen van criminaliteit zich niet out of the blue voordoen. Maar dat er een proces aan vooraf gaat dat herkend kan worden en waarop kan worden geïnterveneerd. Als iemand 3 keer uitgebreid bij een pinautomaat komt kijken zonder geld op te nemen, of als iemand liters chemicaliën koopt die eigenlijk geen ander doel kennen dan het ondersteunen van het vervaardigen van ecstasy, dan kan er een vermoeden ontstaan voor het zich toekomstig voordoen van een crimineel feit. Dat hoeft niet zo te zijn, maar het kan wel degelijk. En dan ook vaak is het de kunst om precies die indicatoren, zoals ik er net een aantal noemde, bij elkaar te verzamelen, waarmee het vermoeden als voldoende basis kan worden bestempeld om ook actie te legitimeren. En ja, dat gaat wel eens mis. 100% betrouwbaarheid. Goede kennis over de werkwijze van criminelen en hun voortbrengingsprocessen zijn essentieel. En alleen dan kunnen deze in een vroegtijdig stadium, en het liefst automatisch, worden onderkend. En kan er een interventie plaatsvinden. En voorspellingen gaan nu wel eens mis.
Als er dan vervolgens fouten worden gemaakt ten aanzien van de locatie, is het nog niet zo heel erg. Maar als iemand ten onrechte uit voorzorg wordt aangehouden, vindt men dat vaak minder prettig. Niet alleen is het voorspellen op individueel niveau lastiger omdat er minder data is. Vaak is er ook een kostprijs, want de kostprijs van de fout is veel groter. En deze fouten, ook wel de zogeheten fouten positieve, die zijn vervelend, want het systeem heeft het dan niet bij het rechte eind. Het denkt iets te zien of te voorspellen wat in werkelijkheid onjuist is. Kun je iets zeggen over de frequentie in jouw ervaring in het politieapparaat van die fouten positieve? Hoe vaak komt dat nou voor? Ja, omdat we dus op locaties eigenlijk actief zijn. Hè, dat je meet een bepaalde performancewaarde. En wat je ziet is dat je toch met, 80% betrouwbaarheid kan voorspellen dat er zich in een bepaald gebied een woninginbraak zal voordoen in een bepaalde tijdsperiode. En in 20% van de gevallen zit je ernaast. Dat is collateral damage. De damage is eigenlijk daar, want je bent niet ter plaatse, want je staat ergens anders. Hè. En op het moment dat je het door het systeem te gebruiken beter doet dan dat je het op de ouderwetse manier zou doen, dan is er wat voor te zeggen om het systeem te gebruiken. Voor het debat straks. Ja. Maar een vraag die zich hier terecht opwerpt, hè, is waar leggen we de grens? Waar leggen we de grens in de zin dat het systeem, ondanks dat het nog steeds fouten maakt, toch goed genoeg vinden presteren? He, niet alleen om het te kunnen gebruiken, maar ook om het te willen gebruiken. En tot op zekere hoogte zou je kunnen betogen dat zodra... Ga door. Collateral damage. Ja. Kijk, tot op zekere hoogte zou je kunnen betogen dat zodra een machine het beter doet dan een mens, he, of het veel goedkoper is, het de moeite loont om te onderzoeken of de technologie ter ondersteuning in gebruik zouden willen nemen. En... willen en kunnen zijn hier natuurlijk wel twee verschillende dingen. Soms willen we het wel, maar dan kunnen we het niet. En aan de andere kant kunnen we het soms wel en willen we het niet. Dus ondanks dat we voorspellende technologie prima ter ondersteuning kunnen inzetten, zijn er argumenten te benoemen in deze discussie die maken dat we deze misschien niet zouden moeten willen inzetten. Ik zal voor de discussie zo meteen nu alvast kort nog een aantal elementen benoemen. Even kijken hoor, dat ik een... deze die is al wat verderop. Nadeel als je maar 10 minuten krijgt, hè? Ja. ik praat gewoon door. Fairness. Een van de punten die vaak naar voren komt, is dat van fairness. Dus op het moment dat we aan de hand van data gaan uitrekenen welke locatie of welke persoon er meer of minder aandacht van de politie moet krijgen, dan is het automatisch zo dat er onderscheid wordt gemaakt. Op basis van een methode of een algoritme, waarin een besluit wordt genomen om bepaalde capaciteit, in dit geval, hè, meer of minder naar een bepaalde locatie of naar een specifieke individu te sturen. Het maken van onderscheid wordt hier gemaakt door een stuk techniek dat wordt gevoed door data, die ons helpt om focus aan te brengen. Daar wel en daar niet. Die wel of die niet. En door focus te introduceren betogen tegenstanders dat de politie bijvoorbeeld, dat de politie nu eindelijk eens echt werk kan maken van de locaties of personen die er echt toe doen. Tegenstanders die roepen hier vaak dat iedereen evenveel recht moet hebben op politie en dat door het maken van onderscheid er een zichzelf versterkend systeem dat men dat creëert, waardoor er een objectieve kijk op de wereld verloren gaat. Daar waar meer naar gekeken wordt, daar zal ook meer opvallendheden zullen daar worden geconstateerd, waar je in het vervolg dus ook vaker naar gaat kijken. Als je dus hier het plaatje ziet en je ziet dat een bepaald fenomeen zich vooral daar voordoet, dan is het niet zo handig om in Groningen en in Limburg actief te zijn om iets aan het fenomeen te doen. Amsterdam hoeft niets te gebeuren volgens deze kaart. Het tweede punt is het punt van het oneindige geheugen. Als we data van alles wat we doen en laten kunnen afvangen en bewaren, dan ontstaat daarmee de mogelijkheid om te zoeken naar patronen van gedragingen waaruit voorspellingen kunnen worden gedaan. Hoe meer data, hoe betrouwbaarder de voorspelling. En hier staat recht tegenover het idee dat we als maatschappij bijvoorbeeld vinden dat we het recht hebben om vergeten te worden en soms met een schone lei weer moeten mogen beginnen. Willen we alles wel vastleggen? En wie krijgt de toegang tot dit geheugen? Met een wildgroei aan sensoren die in toenemende mate de publieke ruimte bemonsteren
en cookies die al onze bewegingen op internet permanent in de gaten houden. Daarmee ontstaat een spanning die maakt dat mensen zich anders gaan gedragen. In de zin dat ze zich gaan gedragen naar een beeld waarvan individuen de indruk hebben dat het normaal is. Hè? Social cooling of het chilling effect wordt ook wel als term gebezigd. Ik rond zo af hoor. Prima, zou je kunnen betogen vanuit de Chinese positie die de samenleving veiliger wil maken. En af wil van deviant crimineel gedrag. Maar bedreigend voor onze creativiteit en ons gevoel van vrijheid. Hoe krachtig willen we de overheid eigenlijk maken? En welke vrijheden willen we daarvoor opgeven? Het laatste punt wat ik wil benoemen nog in deze context is die van vandaag is... dat we met voorspellende technologie een gedeelte van onszelf als mens eigenlijk overdragen aan een stuk techniek dat bepaalde taken van ons overneemt. En dan niet alleen ons waarnemingsvermogen, maar ook het beslissend vermogen. Als een machine of een algoritme zegt dat er zich iets voordoet, bijvoorbeeld een winkeldiefstal, of het vermoedt een vergrote kans op het optreden van een winkeldiefstal, hoe zeker kunnen we hier als mens dan echt van zijn? Mensen maken fouten, maar machines ook. En nu ligt de acceptatiegraad van machinale fouten wel een stuk lager bij machines dan bij mensen. Maar blind vertrouwen hebben we in algoritmiek of beslissingsondersteunende systemen maakt dat we als mens verworden tot een uitvoerend orgaan. Of zoals anderen dat meer dramatisch weten te framen, we verworden tot een batterij in een systeem of tot een slaaf van de techniek. Waar de mensheid eerst in God geloofde en later in zichzelf, zien we een tendens dat men nu blindelings vertrouwt op wat de techniek ons vertelt. Het vermogen om als mens kritisch te blijven kijken naar de output van een systeem is een nieuw aan te leren vaardigheid waar we ons terdege rekenschap van moeten geven. Hoe zeker zijn we van de output? Past het wel bij wat we zelf zien? En hoe blijven we als mens eindverantwoordelijk voor de techniek die we inzetten? Zomaar een aantal aspecten waar we mee moeten dealen om dit nieuwe, spannende en zeker ook veelbelovende instrumentarium goed en zorgvuldig toe te kunnen voegen aan het wapenarsenaal van onze maatschappij. Goed, hier laat ik het voor nu even bij. Oké, er is ruimte voor één informatief vraagje, als dat er is. Dat kan, en anders gaan we meteen op de volgende spreker door, want we kunnen de tijd goed gebruiken. Dan gaan we naar de volgende spreker. Jij kan plaatsnemen. Dankjewel. Eén van de stoelen. En dan is de volgende spreker Leon Meulenberg. Welkom, Leon. Leon is een ander type. Denk ik. Leon is jurist en is betrokken bij de organisatie thuiswerk.org. En die houdt zich bezig met veilig webwinkelen, denk ik. Dat is de core business van die organisatie. Ja. Goed. Ik denk dat hij aandacht gaat besteden aan privacy, databescherming, internetveiligheid en dat soort zaken. Ja, dat is gewoon de bedoeling. Aan jou het woord. Fijn dat ik hier mag zijn. Ik kom helemaal uit het zuiden. Het was een hele rit. Straks kan ik misschien automatisch rijden. Dan word ik gewoon door mijn data gereden in principe. Dan kun je toch nog iemand aanrijden, is laatst gebleken. Hè? Ja, dat kan ook. Ook data vergissen zich wel eens. Wie ben ik? Ik ben, zoals net al gezegd, ik ben jurist. Ik ben beleidsadviseur bij Thuiswinkel.org. Dat is de Nederlandse club van webwinkels. We hebben zo ongeveer 80% kleine webwinkels als lid. En 20% grote, dan moet je denken, bol.com, Weekamp, Sundio, noem maar op, grote winkels. Wij zijn als club zijn we lid van de Europese club, dat is e-commerce Europe. En daar doe ik ook wat beleidswerk en lobby ik in Brussel vooral op het terrein van consumentencontractenrecht en privacy en databescherming. Waar gaat het eigenlijk om? Internet, dat heeft ons al allemaal verbonden. We hoeven niet te wachten tot dat gaat gebeuren. Dat is al gebeurd. Als we denken aan de Internet of Things, wie heeft er een smartphone? Ik heb net geprobeerd te parkeren met Park Mobile. Als het goed is, zijn onderweg is bijgehouden door mijn auto. Hoeveel kilometer ik heb gereden, waar ik gestopt heb, noem maar op. We worden steeds meer verbonden met elkaar, onze machines, maar ook wij zelf. Dus we communiceren voortdurend met elkaar eigenlijk in principe. En we laten dus ook een spoor na eigenlijk op het internet, op
En dan denk ik over de hele wereld, hè. Niet alleen hier lokaal in Haarlem, maar dat gaat via de cloud, gaat het gewoon in een mum van tijd de hele wereld over. We hebben nog nooit zo snel gereisd rond de wereld in principe. Wij of onze apparaten, hè. We chatten, we appen, noem maar op. Maar we hebben ook steeds meer apparaten die communiceren met aanbieders. Het duurt niet lang meer of onze ijskast zal dadelijk voor ons bestellen als melk op is bij Albert Heijn. En die komen dat dan brengen en die weten aan de hand van de data waar ze precies moeten zijn. Misschien doen ze dat straks met een drone die helemaal automatisch wordt bestuurd. Dat is de toekomst en wend er maar alvast aan, want het is nu al realiteit. Hè. Wat dat betreft, denk maar zelf na hoe u allemaal verbonden bent met het net. Probeer maar eens na te gaan hoe u allemaal in principe uw digitale sporen achterlaat in die cloud. Hè. We laten overal een spoor na en we laten ze makkelijk af. En gegevens zijn makkelijk op te slaan en te analyseren. Kijk, vroeger was het zo, hadden we ze kaartenbak. En als je wat wil weten, dan moest je die kaartenbak analyseren. Maar tegenwoordig zijn we in staat door de techniek om een heleboel gegevens, gigantisch veel gegevens, in een mum van tijd te analyseren. En daar een berekeningsmethode op los te laten, die zogenaamde algoritmes waar we vandaag dan onder andere ook over hebben. Nou, wat is het nou als we het dus hebben over data, en dan hebben we het over verschillende data, we hebben het over gewone data, dat zijn, het is vandaag mooi weer, het is 21 graden, noem maar op, dat zijn geen persoonsgegevens, maar we hebben het ook bijvoorbeeld over persoonsgegevens. Dan komen we dus al snel op dingen als privacy, databescherming en internetveiligheid. Wat gebeurt er met je gegevens? Hoe privaat ben je? Hoe wordt je family life, eigenlijk je private leven, hoe wordt dat in bescherming genomen en hoe wordt dat gerespecteerd? Maar ook, wie kijkt er allemaal mee? Keep calm, I'm watching you. Zeer geruststellende gedachten. Misschien wel, in China kan ze daarvan uit. We houden je in de gaten en hoe meer we je in de gaten houden, des te beter het loopt. Allemaal. Maar wie kijkt er mee met welk doel en wat vinden we daar nou van? Als we kijken van, voordat ik dadelijk op dat beetje technische gedeelte van hoe zit nou juridisch in elkaar vanaf mei met die nieuwe verordening. Wat vinden we nou eigenlijk zelf het meest gevoelig? U kunt wat dat betreft kijken op Mobile Ecosystem Forum en die hebben prachtige plaatjes en die hebben prachtig onderzoek verricht van wat vinden we nou eigenlijk zelf het belangrijkste? Nou, wat wij het erg belangrijk vinden zijn onze financiële gegevens. Dat vinden we, die moeten behoorlijk beschermd worden. Dan foto's en video's vinden we ook het beschermen waard. De contacten van onszelf, maar ook de contacten van onze vrienden en familie. Waar we zijn op dat moment, de locatie. Tekst en dingesgegevens, metergegevens over van hoe lang je gebeld hebt, van waar je gebeld hebt, noem maar op. Je aankopenhistorie, je browsehistorie en dergelijke. Nou, en dat gaat zo door tot onze fitnessdata die we met de fitnesswatch achterlaten. Dat houdt ons het meeste bezig. Wat vrezen we het meest eigenlijk uit dat onderzoek? Nou, wat we het ergste vinden is eigenlijk, en dat vindt bijna de helft van alle consumenten of datasubjecten, dat je identiteit wordt gestolen of je identiteitsgegevens worden misbruikt door een ander. Dat je eigen data, dat die publiek worden, vinden we niet zo erg. De overheid of een derde partij mijn communicatie monitort, vinden we ook niet zo erg. En we vinden het ook niet zo erg als we tijdelijk geen toegang hebben tot onze eigen datum. En wat ons maar matig irriteert, maar 11% is ongevraagde marketing. Hè? Die pop-upjes die je krijgt op het moment dat je op internet surft met allerlei aanbiedingen. Oh, sorry. Ja, mag weer altijd. Moet wel de microfoon erbij. Zo die vorige. Ja. Jij had hem past. Oké. Bij de opties op de vorige slide, sorry, dia in normaal Nederlands. Nederlands. Daar valt het me op dat er geen één staat over de angst dat er een beslissing wordt genomen, zodat je beïnvloed wordt door iets. Is dat gewoon ook geen angst of was het geen optie in de survey? Hoe bedoelde je? Nou, er staat met top staat er identiteitsfraude. Ja. En helemaal onderin staat unsolicited marketing. Ja. Maar je data wordt ook gebruikt om beslissingen te nemen.
De AVG is daar wat precies erop, maar nu, dat kan gebeuren. Dus je kan gewoon geweigerd worden voor een telefoonabonnement op basis van data. Ja. Blijkbaar is niemand daar bang voor. Ja, maar dat valt waarschijnlijk, moet je dan denken, vooral aan financiële gegevens, waarin mensen dus de toegang tot diensten en producten wordt ontzegd op basis van het feit dat ze niet door een financiële monitoring komen. Hè? Wat dat betreft, dat valt waarschijnlijk, valt het, maar ik moet nog eentje terug, als het goed is. Wacht. Even kijken, we vinden. Nou, dan gaat het even wat. Dan wordt die monitor autonoom. Nou, kijk, als we dat hebben, wat dat betreft, we vinden vooral onze identiteitsgegevens, die vinden we vooral. Want daar wordt van allerlei dingen mee gedaan. Wat we daar vooral bij vrezen is dat er misbruik wordt gemaakt, dat we financieel nadeel leiden. Dat iemand bestelt voor ons en dat aflaat leiden, zodat wij moeten betalen en op een verkeerd adres wordt afgeleverd, wat niet degene is die het afhaalt. En dat soort dingen. Dat vinden we eigenlijk best dat vinden we het ergste. Dat onze data bijvoorbeeld publiek worden, dat vinden we helemaal niet zo erg. Of althans niet zo erg, 17%, maar dat denk ik, dat is toch een behoorlijke minderheid. Het lijkt er altijd op alsof we ons daar meer zorgen over maken, maar onderzoek laat zien dat we eigenlijk ons daar weinig zorgen om maken. Hoe slordig gaat u met uw data om? Ik behoorlijk slordig bijvoorbeeld, wat dat betreft. En ik maak me daar ook niet zo druk om, want de meeste mensen zeggen, De vraag was gericht op wat gebeurt er met beslissingen waar je geen vat op hebt. Dit gaat over data die zoek zijn, die ergens daar kom ik dadelijk nog wel op, als we het hebben over regelgeving. Want dan hebben we het over eigenlijk, als we het hebben over beslissingen, automatische besluitvorming op basis van data. Dat wordt ook uitdrukkelijk geregeld. En wat dat betreft, u hebt er ook rechten. Wat dat betreft, daar ga ik dadelijk nog even snel op in. Maar eerst even, wat houdt ons bezig? Nou, wie vertrouwen we nou het meest in de omgang met de data? Als we dus hebben, want we laten iedereen meegenieten met onze data. Nou, onszelf vertrouwen we het meeste. Dat is, of dat terecht is, is een tweede. Ik betwijfel het. Maar het meeste vertrouwen we banken en kredietkaartmaatschappijen. Want die gaan met geld om, dat vinden we, die hebben kennelijk het idee van dat ze, omdat ze met ons geld omgaan, dat zorgvuldig doen. En wat dat betreft dus ook zorgvuldig omgaan met onze gegevens. Op 45% komt de dokter en het ziekenhuis. Op 27% komt de overheid, die vertrouwen we ook best wel aardig nog. Op 22% onze mobiele operator, dus het netwerk dat onze telefoon verzorgt. Dan ook nog toepassingen door, laten we zeggen, nutsvoorzieningen. Die vertrouwen we ook, dus als we gewoon de elektriciteitsmaatschappij, de gasleverancier en dergelijke, vinden we nog redelijk. Dan krijgen we het sociale netwerk, neemt steeds verder af. En een media, zoekmachine of een mediabedrijf, dat vertrouwen we in principe het minste. Dus een krant of zoiets allemaal, of wat dat betreft de NOS-app of zoiets, die vertrouwen we in principe nog het minste van allemaal. Even kijken, welke oplossingen zien we graag? Dan kunnen we daar kijken of de wetgever er ook voor gezorgd heeft. Nou, wat we willen graag is dat we willen graag dat onze informatie kan worden gewist als wij dat willen. Dat we onze toestemming kunnen intrekken als we toestemming hebben gegeven. Dat we weten dat duidelijk is waarom onze informatie nou eigenlijk wordt verzameld en wat ermee wordt gedaan met onze gegevens. En wat we ook belangrijk vinden is dat we zelf kunnen beslissen of deze gegevens met een derde partij worden gedeeld. En niet alleen met diegene waarmee wij ze delen. En 37% vindt dat we ook nog moeten kunnen, eigenlijk kunnen kiezen uit wat voor soorten informatie over ons verzameld zouden moeten worden. Zodat we zelf aan de knoppen zitten. Eigenlijk wat duidelijk wordt is het datasubject wil graag in controle zijn, wil zelf uiteindelijk kunnen beslissen over wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Nou, op uiterlijk 25 mei, dan moet iedereen aan de nieuwe regels voldoen. Er is een nieuwe verordening in Brussel, is tot stand gekomen een aantal jaren geleden. En die treedt effectief in werking op 25 mei. En 25 mei moet iedereen die data verwerkt, die moet daaraan
voldoen. Nou, voor wie gelden die nou als we denken aan China ook en zo en aan Alibaba en noem maar op. We hebben eigenlijk twee groepen waar ze op van toepassing zijn. Eén door verwerkers of natuurlijke personen die in de EU gevestigd zijn. Dus bedrijven die in de EU gevestigd zijn en uw data verwerken. Of data van mensen van buiten Europa verwerken. Dat maakt niet uit. En het maakt ook niet uit of de verwerking via de cloud bijvoorbeeld plaatsvindt in Amerika. Als het maar bedrijven zijn die in Europa gevestigd zijn en uw data verwerken. Wat ook voor toepassing is op alle bedrijven die niet in Europa gevestigd zijn, maar data verwerken van Europese burgers. Ook als je niet in Europa gevestigd bent, ben je toch, als je data van Europese burgers verwerkt, val je toch onder de werking van die nieuwe richtlijn. Het gaat ook over het aanbieden van goederen of diensten. Want wat dat betreft, als je buiten de EU houdt, dan moet er tevens sprake zijn van het aanbieden van goederen of diensten. Nou, als je op Alibaba koopt bijvoorbeeld, dan heb je het over een buitenlands bedrijf dat buiten de EU gevestigd is, hoewel Alibaba ook al vestigingen binnen de EU heeft. Dus ook al op het eerste onderdeel valt onder de werking van die regeling. En ze of bezig zijn met monitoren voor gedrag voor zover dit plaatsvindt in de EU. Dus als een bedrijf je gedrag buiten de EU monitort, dan valt het niet onder de werking van de nieuwe regels. Bovendien zijn die regels niet van toepassing op verwerking door bevoegde autoriteiten in het kader van voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dus de politie valt niet onder die nieuwe regels wat dat betreft, het Openbaar Ministerie ook niet. En de Binnenlandse Veiligheidsdienst en dergelijke, die zich ook met dit soort zaken bezig houden. Ook niet. Wat dat betreft, die vallen onder de algemene regels voor opsporing. En niet onder de regels van deze verordening. Die er ook niet onder vallen, zijn natuurlijke personen bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit. Dus als je een lijstje hebt, een invitatielijstje hebt voor het feestje wat je gaat houden over 2 weken. Waarin je een lijstje met namen hebt staan. Dat is wel een lijst van persoonsgegevens, maar die valt niet onder de werking van deze richtlijn. Nou ga ik wat sneller, want ik heb niet zoveel tijd. Nou, de AVG legt op de verantwoordelijke voor de verwerking een aantal duidelijke plichten in zaken de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging ervan en de privacy. Degene die data verwerkt, en dat is nieuw, die moet kunnen laten zien, die moet kunnen verantwoorden, die moet het hebben bijgehouden, dat hij conform de regels is omgegaan met die persoonsgegevens. En wie zich niet houdt aan die regels, loopt het risico van forse boetes door toezichthouders en mogelijk ook verontruste klanten die wat dat betreft zeggen van hey, luister, je bent niet goed omgegaan met je gegevens. Het probleem waar Facebook nou bijvoorbeeld behoorlijk wat problemen mee heeft. Wie is de toezichthouder? Dat is de autoriteit persoonsgegevens. Nou, die kan geldboetes opleggen tot 20 miljoen. Tot 4% van de totale wereldwijde jaaromzet. Dat is een behoorlijk bedrag. U zult begrijpen dat dat niet zonder meer zo'n bedrag gelijk wordt opgezet. En er zal altijd gekeken worden naar de ernst van de overtreding en dergelijke. En zeker nu die verordening nog nieuw is, zal de autoriteit in eerste instantie eerder begeleidend optreden en zeggen, we zien dat u het nog niet in orde hebt. Maakt u dat nou in orde voordat ze een boete gaan opleggen. Nou, bovendien is het zo dat als je als subject, als data subject, dus als burger, schade hebt geleden doordat een verwerker of een verwerkingsverantwoordelijke zich niet heeft gehouden aan die nieuwe regels, dan kun je wat dat betreft, het is een onrechtmatige daad, dan kun je voor de rechter vragen tot vergoeding, tot compensatie van deze schade als gevolg van het foute gedrag van de verwerkingsverantwoordelijke. Nou, wat zijn persoonsgegevens? Eigenlijk persoonsgegevens zijn gegevens die te leiden zijn die een natuurlijk persoon identificeerbaar maken. Het moet dus gaan niet om een BV, een bedrijf, maar het moet gaan om mensen zoals u en ik, van vlees en bloed. En de gegevens moeten dusdanig zijn dat ze terug te voeren zijn op mij als persoon. Dus u direct als individu kunnen identificeren. Dan hebben we ook nog bijzonder gevoelige persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die gaan over politieke voorkeur, seksuele voorkeur, je medische gegevens en dergelijke. Dat zijn gevoelige gegevens. Daarvoor heeft de nieuwe verordening wat strengere regels in het leven geroepen voordat je die mag verwerken. Maar we hebben het meestal over werken. Nou, wat is nou verwerken van persoonsgegevens? Eigenlijk alles wat je met persoonsgegevens doet.
wat je maar kunt bedenken. Het enkele hebben van persoonsgegevens. Ik hoor wel eens van mijn leden, ja, maar ik heb persoonsgegevens, maar ik doe er verder niks mee in mijn webshop. Het hebben alleen is al verwerken. Dus eigenlijk wat je maar kunt bedenken, ook wat je kunt doen met data, wordt al snel gezien als verwerken. Wie is nou de verantwoordelijke? Dat is degene die de doelen van de verwerking bepaalt. Degene die eigenlijk zegt van ik verzamel data en dat doe ik daar en daar en daarom. Dat is het doel van die verwerking van die persoonsgegevens. Als je bijvoorbeeld een webwinkel bent, dan wil je graag het adres weten van een klant, want je wil dat pakketje wel afleveren op de plaats waar die klant het graag wil hebben. Dan is het doel van de verwerking is in principe dat je wil afleveren en daarvoor wil je graag het adres hebben van de klant die gekocht heeft. Nou, dan hebben we ook nog een verwerker. Dat is eigenlijk iedereen die niet het doel bepaalt, maar namens de verwerkingsverantwoordelijke ook bezig is met de verwerking. Bijvoorbeeld, je geeft het pakketje door aan de post en dan zeg je van beste post, dat moet daar en daar bezorgd worden. Wil je dat voor me bezorgen? Hier hebt u het adres. Dan ben je zelf als webwinkel verwerkingsverantwoordelijke en de post is verwerker. Nou, wat zijn de algemene beginselen? Het moet rechtmatig zijn, de verwerking. Hij moet behoorlijk zijn, hij moet transparant zijn, hij moet doelgebonden zijn, dus hij mag niet anders zijn dan voor het doel waarvoor je die verwerking bent aangegaan. Hij moet doelreikend zijn, dat wil zeggen je mag alleen maar die data gebruiken die nodig zijn, dus je hebt een verplichting tot dataminimalisatie. Hij moet veilig zijn, hij moet integer zijn en vertrouwelijk, hij moet opgeslagen zijn in de juiste vorm. En je moet ook nog doen aan wat men zegt privacy by design, dus bij alle processen die je in wat voor een proces, ook een overheidsproces of een bedrijfsproces ontwikkeld, zul je wat dat betreft altijd rekening moeten houden met de privacyregels die gelden op het gebied van persoonsgegevens. Nou, wanneer is die nou rechtmatig, die verwerking? Nou, dat is op zes gevallen. Of je hebt toestemming. Gewoon de klant zegt ja, is goed voor het doel waar je voor vraagt. Ik vraag toestemming, mag ik dat? Nou, als de klant zegt ja, ik wil, dan mag je dat verwerken. Of de uitvoering of sluiting van de overeenkomst. Dat is een van de gronden, tenminste voor webwinkels, is dat de meest gebruikte ding is. Ik moet gewoon de overeenkomst uitvoeren. Dan moet ik betaalgegevens van je hebben. Dan moet ik wat dat betreft een adres hebben om af te leveren. Dan wil ik je datum en adres of je naam en adres voor de uitvoering van garantieverplichtingen en dergelijke. Dat valt allemaal om uitvoering van de overeenkomst. Het kan ook zijn dat ik een wettelijke verplichting heb. Als webshop hebben we bijvoorbeeld, moeten we btw afdragen en die btw afdracht die moeten we bijhouden, daarvoor moeten we 10 jaar lang de facturen bewaren. Nou, daar staat ook je naam en adres op als klant, dus wat dat betreft is ook een verwerking van persoonsgegevens, maar die moet ik volgens de wet. Daar heb ik geen toestemming voor nodig, of geen ander grond. Nou, dan hebben we ook een ander grond, dus bescherming van vitale belangen van betrokkenen of andere natuurlijke personen. Dan moeten we het hebben over levensbedreigende of erg ziekmakende dingen. Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening openbaar gezag. Dat is meer iets voor de politie of de overheid. En F, noodzakelijk voor gerechtvaardigde belangen van de onderneming. En daar valt onder andere mee ook dat je reclame moet kunnen maken. Dat kan een grond zijn voor verwerking van persoonsgegevens. Kom een beetje in tijdnood. Oké, ik ga heel snel nog. Nou, toestemming. Nou, toestemming moet, dat is elke vrije geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting. Je kunt wat dat betreft straks geen toestemming meer geven voor een verwerking. Ergens verstopt in algemene voorwaarden of in een privacyverklaring. Je zult ergens iets moeten doen, een actieve handeling, waaruit toestemming blijkt. Als toestemming nodig is. Nou, er moet gezorgd worden voor veiligheid, zei ik al. Je hebt een verantwoordelijkheidsplicht voor diegene die data verwerkt. Er hoort ook bijvoorbeeld de meldplicht datalekken bij. Wat betreft niet zo goed is gegaan bij Facebook de laatste tijd. Dat moet je eigenlijk onmiddellijk nadat je zo'n lek hebt geconstateerd doen. Even kijken. Nou, en wat heb ik? En het belangrijkste denk ik waar we nog op moeten even bij stilstaan. Dat zijn de rechten van betrokkenen. Wat kun je nou als datasubject als je data verwerkt worden? Nou, op de eerste, je hebt recht op informatie. Je hebt recht op informatie over wat nou diegene die jouw data verwerkt, met welk doel doet met die data van jou. Aan wie die ze doorgeeft, noem maar op. Je hebt dus recht op informatie.
Dan heb je recht op inzage ook. Je mag te alle tijden vragen welke data hebt u van mij. He, dus doe, als u Facebook eens wil vragen wat er nou precies in de hand is, dan kunt u vanaf 25 mei gewoon vragen. Kunt u mij zeggen wat u allemaal van mij heeft bijgehouden? He, en mocht dat fout zijn, dan kun je dat vragen omdat dat gecorrigeerd wordt. En eventueel, als het niet meer relevant is, dat wordt verwijderd. Wat ook altijd is, je kunt een eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken. En dat moet de ondernemer je zelfs vertellen. De verwerker moet je zelfs vertellen bij het verkrijgen van toestemming. Beste klant, die heeft een toestemming gegeven, maar je kunt dat alle tijden intrekken. Dan hebben we ook nog het recht om niet te worden onderworpen of het recht om te worden vergeten. Een beetje een misleidende term, maar het recht om te worden vergeten, dat bestaat niet. Iets wat eenmaal in de publiciteit is geweest, is erin geweest en wordt niet vergeten. Zo zal ik nooit vergeten dat het Nederlands elftal van Duitsland won verloren in 1974 de finale van het wereldkampioenschap. Dat kun je niet vergeten, dat kun je niet uitschakelen. Wat wel is, is het recht om niet te worden gevonden. Hè? En dat je dus ook wat dat betreft het recht hebt om je data te hebben gewist. Hè? Zodat wat dat betreft ze niet meer vindbaar worden. Hè? Verder hebben we een recht om niet te worden onderworpen aan de direct marketing en profilering. Nou wordt het interessant. Nou wordt het interessant. Daar kunnen we ons tegen verzetten. Dus op het moment dat u gevolgd wordt of dat u getrackt wordt, dan moet u zich afvragen of u dat ook wel wil. Hè? Kijk, want als we bedenken dat bol.com heeft bijvoorbeeld meer dan 10 miljoen artikelen op die website staan. En als je daar niet een beetje geholpen wordt, dan vind je nooit wat je verder hebben wil. Hè? Kijk, net zoals we vroeger in het warenhuis had je een afdeling voor mannen en had je een afdeling voor dames. En had je nog een kinderafdeling en je had de speelgoedafdeling. Hè? En mijn slager wist ook precies wat voor worst ik lekker vond en welke niet. Hè? In die zin. Hè? Dus in die zin, we willen ook wat soms een beetje geholpen worden in wat we nou fijn vinden en niet. Maar als we dat vervelend vinden, we kunnen ons er altijd tegen verzetten. Hè? En die mogelijkheid moet ook altijd geboden worden door de ondernemer die je onderwerpt aan direct marketing of profilering. Er moet dus een knopje zijn waarop je kunt doen, niet langer gewenst. Hè? Ik wil niet meer. Hè? Nou, en nog eentje, en als we het dan hebben over algoritme, hè, dan hebben we het meestal over automatische besluitvorming, want daar worden die dingen voor gebruikt. Hè? We hebben ook het recht om niet te worden onderworpen aan automatische besluitvorming, zonder menselijke tussenkomst, dus die puur door machines wordt gedaan aan de hand van de data die verzameld zijn of die bekend zijn. Hè, en die een rechtsgevolg voor ons hebben. Hè, het moet wel een gevolg hebben. Hè, wat dat betreft bijvoorbeeld een algoritme dat aan de hand van je financiële gegevens bepaalt of je wel of niet in aanmerking komt voor een krediet. Hè. Of bijvoorbeeld heel simpel, ik boek wel eens een hotel op Booking.com. En ik doe dat zo vaak, omdat ik vaak in Brussel ben, dat ik 10% korting krijg. En nou, dat wordt automatisch door Booking.com. Op het moment dat ik inlog, wordt dat vastgesteld. Okay. Dan komt je mens aan te pas. Dat is automatisch. Dit geldt dus allemaal niet voor opsporingsdiensten, voor alle duidelijkheid. Maar goed. Nee, dat geldt niet voor opsporingsdiensten. Ben je aan je afronding toe? Want ik kom echt niet in tegen. Maar in ieder geval, u hebt het recht om er niet aan te worden onderworpen. Dat betekent dat dus, voordat je wordt onderworpen aan automatische besluitvorming, door toestemming moet worden gevraagd of er moet sprake zijn van uitvoering van de overeenkomst waar je over hebt gevraagd. He, je hoeft je dus niet af te melden, zoals bij direct marketing, dan kun je afmelden, maar bij automatische besluitvorming mag je niet onderworpen worden zonder dat je eerst om toestemming is gevraagd. Nou, dat was het zo'n beetje. Oké, dankjewel. Ik ga nu om snelheid, het is één vraag. Neem plaats. Er is één vraag aan die kant. Ja, ik heb nog een vraag. Daar komt hem. Ja, de vraag is dus, heeft een organisatie het recht om persoonsgegevens te verkopen? En als dat niet zomaar kan, wat is dan de juridische grondslag waarop ze het wel mag? Nou, in principe heb je dus, het is nergens voor nodig om een overeenkomst uit te voeren dat je data worden verkocht. Hè. Wat we vaak zien is vooral bij social media, die gratis worden aangeboden, diensten op internet, dat je eigenlijk betaalt met je data.
Wat dat betreft, er zijn ook nieuwe initiatieven in Brussel, waar we het hebben over digitale inhoud, waarin je kunt betalen met geld, maar ook kunt betalen met data. Maar in ieder geval, in principe is voor de uitvoering van de overeenkomst zijn die data niet nodig. Nee, maar ik denk dat hij doelt dus op de veiling van gegevens die onmiddellijk plaats heeft als jij klikt. Ja, maar dat is dus de vraag of dat mag. Nou is het zo dat bij een hoop apps en zo die je gebruikt en bij een hoop sites waar u ooit bent geweest, staat in de algemene voorwaarden ergens pagina 52 bedingen 6 onderaan in kleine lettertjes, het liefst ook nog lichtblauw op lichtgrijze achtergrond, zodat u dat nauwelijks kunt lezen. En die zin, maar staat dan ergens dat u toestemming hebt gegeven aan derde partijen om of aan degene die uw gegevens heeft verzameld, om die ook door te geven aan derde partijen met een bepaald doel. Nou wordt dat op het moment vaak heel schimmig en nogal raar verteld. Nou, straks kan dat niet meer in algemene voorwaarden. Je zult duidelijk moeten aangeven ergens in een privacyverklaring wat er gebeurt met de data, aan wie ze verder worden gegeven. En je zult wat dat betreft ook toestemming moeten vragen om die dingen verder te geven. Nou, benieuwd of die wet gaat werken. Hè? Geldt dat ook voor sociale media? Ja, dat geldt zeker ook voor sociale media. Het wordt nu tijd voor de piraten. Want dit roept om reactie. Hè? De piraat van dienst is Matthijs Pontier. Die is voor de tweede keer in een debat bij ons. Een tijdje terug was je hier ook al, dus je bent hier bekend. Je hebt afgestudeerd op kunstmatige intelligentie en psychologie. Allebei de vakken. Dus buitengewoon interessant natuurlijk. En ik denk dat jij je vooral druk maakt om de overheid als bespieder. Ja, en niet alleen de overheid. Nee, niet alleen de overheid. Dat is correct. Gaan algoritmen ons regeren? Dat is jouw thema. Dus aan jou het woord. Ja, nog een kleine reactie trouwens of aanvulling. De AVG is natuurlijk al lang in werking. Alleen wordt die nog, wordt nog niet gesanctioneerd. Er gaat vanaf 25 mei gesanctioneerd worden. Ja, ja. Maar bedrijven moeten er eigenlijk wel aan voldoen. Ja. Nee, het is officieel is al bijna 2 jaar geleden. Er ligt een microfoon naast je, hoor. Je zit er bijna op. Ja. Oké, sorry. Officieel is die AVG in werking getreden 14 dagen na publicatie. En dat is al meer dan 2 jaar geleden. Maar hij wordt pas van toepassing. Gehandhaafd. Nee, ook van toepassing. Bedrijven hoeven pas aan de overheid hoeft pas aan die wetgeving te voldoen. Op het moment dat die van toepassing worden. En dat is op 25 mei. Oké, dus een juridisch onderscheid, maar hij gaat nu ook uitgevoerd worden, zou je kunnen zeggen. Ga je gang. Nee, ik ben inderdaad Matthijs Pontier en ik vind het heel erg leuk om hier te staan. En omdat ik met de Piratenpartij natuurlijk erg bezig ben met ethische vraagstukken rond technologie. Maar ook omdat ik daar als wetenschapper mee bezig was. En ik vind eigenlijk dat er ook te weinig gesprek over is. Dus ik vind het heel erg goed dat we dat nu wel doen en dat ik hier ook kan zijn om dat te doen. Er is heel veel intelligente technologie. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal een smartphone. En vaak denkt die technologie een beetje met je mee. En vaak gaat die ook een beetje voor je denken. Dus vaak gaat technologie beslissingen voor je nemen. En ook als wetenschapper ben ik daarmee bezig geweest. Ik had bijvoorbeeld gewerkt aan technologie die je kan helpen met gezonder eten of met meer bewegen. En dan krijg je ethische vragen van wanneer ben je mensen aan het helpen met doelen die ze zelf willen bereiken. En wanneer ben je ze aan het manipuleren tot bepaalde doelen die mensen in hun omgeving of hun arts bijvoorbeeld willen bereiken. En dan is de vraag van hoe ver kan je daarin gaan en waar ligt het grijze gebied tussen helpen en manipuleren. Verleiden. Het is vaak inderdaad verleiden tot goed gedrag. En wanneer wordt dat manipulatie? Wanneer is dat nog goed en wanneer is dat minder goed? Dat vind ik belangrijke ethische vragen. Daar heb ik ook aan gewerkt. Van hoe los je die ethische vragen dan op? Ik heb trouwens ook nog een projectje gedaan met criminologie. Over het voorspellen van crimineel gedrag. En je kan dus inderdaad voorspellen welke mensen in welke omstandigheden in een bepaalde kans hebben dat ze crimineel gedrag gaan vertonen. Maar dan is het dus een hele belangrijke ethische vraag van hoe ga je daar als samenleving mee om? De poster waarop ik dat project presenteerde toen op een bepaalde conferentie, de achtergrond daarvan was uit Minority Report. Ik weet niet of jullie die film kennen, maar dat is natuurlijk wel waar je naartoe gaat. Dat je mensen kan
preventief kan gaan opsluiten voor crimineel gedrag. En er is bij bepaalde politieke partijen is dat al geen taboe meer. Die zeggen van, we willen bepaalde mensen preventief gaan oppakken. Bijvoorbeeld met nieuwjaarsnacht, omdat we verwachten dat ze misschien wel eens een relletje zouden kunnen gaan schoppen. Want dat hebben ze eerder gedaan. Nou, dat is dus volgens mij niet de kant die je daarmee op wil. Of zou moeten in mijn en onze ogen. Maar wat je wel bijvoorbeeld ook zou kunnen doen is, als je weet in welke omstandigheden mensen crimineel gedrag gaan vertonen, dan kan je ook voorkomen dat ze in die omstandigheden komen. Maar in de politiek wordt dat wel vaak een beetje weggezet als een soort van softie-beleid. En dat is ook wel een stuk moeilijker te verkopen. Dus dat is denk ik wel iets waar we als samenleving alert op moeten zijn. Want ik vind het prima dat de technologie gebruikt wordt, maar hoe ga je daar vervolgens mee om? Ik vind dit ook een hele interessante tegenlichtuitzending. Die gaat er ook over dat bedrijven op internet, die weten heel erg veel van je. En die gebruiken dat soort informatie dan vaak om je te verleiden om allerlei spulletjes te kopen. Maar diezelfde technologie wordt dus ook ingezet om ideeën te verkopen. En bijvoorbeeld in politieke campagnes. Er is natuurlijk nu veel ophef geweest over Cambridge Analytica. Nou, die zijn al jaren hier eigenlijk mee bezig en de laatste tijd wordt het wat bekender. Die gebruiken dus, die weten heel veel over je op basis van dingen die je op Facebook zet bijvoorbeeld of dingen die je daar liked. En omdat ze je heel goed kennen, weten ze precies hoe ze je kunnen manipuleren. Op basis van wat er op Facebook komt, maken ze dit soort profielen van je, waar allerlei persoonlijkheidseigenschappen staan. Dat is ontzettend accuraat. Dan kunnen ze bijvoorbeeld ook voorspellen, geloof je in complottheorieën, dan kan je die juist voorgeschoteld krijgen. En het is ook niet alleen maar dat je informatie krijgt om op een bepaalde kandidaat te stemmen. Maar met die Hillary versus Trump campagne was het ook onder andere zo dat als er uit zo'n profiel kwam, dat als je zou gaan stemmen, zou je zeker op Hillary stemmen. Dan kreeg je dus informatie voorgeschoteld om je te demotiveren om naar de stembus te gaan. Dus dan kreeg je informatie die ervoor zorgde dat je eigenlijk het vertrouwen in het politieke systeem verloor. En op die manier, dat vind ik dus een hele ethisch slechte manier van mensen manipuleren. En volgens mij zou je dat dus niet moeten doen. Ik vind dit een heel erg goed boek, Weapons of Math Destruction. Ik vind het ook een hele goed gevonden titel. Wat betekent math? Wiskunde. Dus die computeralgoritmes, dat is natuurlijk een soort van wiskunde. En daarmee worden mensen geprofileerd. Maar dat is op zich niet per se verkeerd. Maar het kan heel snel tot slachtoffers leiden. Omdat mensen die algoritmes schrijven, die hebben een bias. Dus die bias komt vaak ook terug in die algoritmes. Vaak worden algoritmes getraind op bepaalde data. Maar er zit ook een bias in. Er wordt vaak gedacht van, ja, het is een machine en die is daarom objectief. En dat wordt soms zelfs ook als rechtvaardiging gebruikt. Terwijl het is vaak helemaal niet objectief. Het is subjectief en je hebt inderdaad vaak dat zichzelf versterkende effect waar jij het net ook over had. En vaak gestigmatiseerde groepen kunnen daar vaak extra een slachtoffer van zijn. Je hebt bijvoorbeeld rechters die beslissingen maken, of dan heb je algoritmes die bepalen wat de strafmaat gaat moeten zijn. En je had er na laatst in Nederland wat ophef over, maar in de VS wordt het al meer gebruikt. En dan zie je dus dat mensen van kleur, gewoon consequent een hogere strafmaat krijgen. En dat is niet per se waarschijnlijk omdat ze dat erin gezet hebben, maar het leidt dus wel tot een racistisch algoritme eigenlijk. Dat zou dus volgens mij niet de bedoeling moeten kunnen zijn. En het is af en toe best wel, zo'n algoritme is eigenlijk altijd op een bepaalde manier aan het discrimineren. Nou, dat kan in bepaalde gevallen kan dat nuttig zijn, ben ik niet per se tegen. Maar dan vind ik wel dat het op zijn minst helder moet zijn waarop wordt dan gediscrimineerd en wat zijn de resultaten ervan als je dat gaat doen. En dat zou dus transparant moeten zijn, dus dat iedereen het kan inzien op een begrijpelijke manier. Maar je zou het dus ook moeten onderwerpen aan een bepaalde democratische controle. Dat je met z'n allen beslist van, ja, oké, er wordt dus op een bepaalde manier gediscrimineerd, maar waarop willen we discrimineren? En ook waarop willen we juist helemaal niet discrimineren? Ik zie een vraag. Bias. Wat is bias? Vertekening? Hoe zeg je dat in Nederland? Vertekening? Vooroordeel, ja. Inderdaad. Ja.
Ja, het is net wat anders. Een neiging. Je neigt een bepaalde kant op met je gedachten. Die algoritmes die hebben vaak bijvoorbeeld een soort van tendens om bepaalde gestigmatiseerde groepen eerder te verdenken. Durf je het aan om ons even te belasten met een formule? Wat is een algoritme? Ja, want we hebben het de hele avond daarover, maar nog niemand heeft gezegd wat het is. Ik heb er wel over nagedacht, maar hij heeft waarschijnlijk veel langer. Even kijken, wat is een goede definitie? Ik zie het gewoon als een stukje intelligentie in een. Dat is een computersysteem die bepaalde beslissingen maakt op basis daarvan. Ja. Maar er is een veel betere definitie dan wat nu in me opkomt. Het gaat om een soort receptuur om tot een doel te komen, tot een uitkomst te komen. En daar moet input voor worden geleverd en die wordt verworven door dataverwerving en correlatiezoekerij. Ja. En dat leidt tot een profiel en dus dan een uitkomst. Dus ja? Of tot een soort van vlaggetje achter je naam, zo noem ik het ook vaak. Klopt dat een beetje wat ik gisteren heb gelezen? Nou, dat zei ik net een beetje andersom. Het profiel, daar wordt het algoritme op losgelaten. En het algoritme is een berekening, in principe is een mathematische berekening die met factoren uit het profiel rekening houdt en aan de hand van die factoren dan berekening loslaat en met een bepaalde uitkomst komt. Vergelijking met recepten in de keuken worden wel gemaakt, hè? Ja. Om het een beetje makkelijk te houden. Oké. Goed, sorry voor deze interventie, maar we hebben het erover. We moeten wel weten waar het ongeveer over hebben. Ja, het is eigenlijk een manier om van een bak gegevens tot een bepaald profiel of tot een bepaald risicoscore te komen. Okay. En dat gebeurt dan inderdaad op basis van statistische correlaties. Ja. Oké. Okay. En de bias is de neiging of de vertekening. Is dus de neiging om bepaalde recepten voorkeur te geven? Of de recepten uit te kiezen bij het probleem wat je wil oplossen. Ja, en vaak gebeurt dat per ongeluk. Wordt er niet vaak expres een bias ingestopt. Okay. Maar het is vaak wel het resultaat. Okay. Omdat we allemaal hebben als mensen een bias in ons denken. En ook dus in de trainingsdata die je krijgt. Kan je even een concreet voorbeeld noemen? Dat het wat meer gaat. Via de microfoon, anders blijft het hangen. Kan je een voorbeeld geven? Oh, ik kan wel een voorbeeld geven dat dikke mensen bijvoorbeeld geacht worden weinig aan sport te doen. Of dat dikke mensen geacht worden te weinig aan sport te doen, zonder dat je dat checkt. Of dat je zegt, lange mensen hebben grote voeten, dus die hebben grote schoenmaten. Dat is een vooroordeel. Of zoals een PVV-raadslid het heeft over de intelligentie van negers bijvoorbeeld. Ja, dat bijvoorbeeld, is bias. Vertekening. Er was iemand van voren, maar ja. een voorbeeld in dit boek is de postcodes van de mensen in de gevangenis worden gebruikt om te bepalen welke wijken gecontroleerd moeten worden. Ja. Ja. Dus en dat werkt stigmatiserend. Als die mensen al in de gevangenis zitten, ook op basis van misschien discriminatie, dan versterkt dat algoritme, het arresteren of het controleren van mensen in die dan werkt het in feite stigmatisering door de bias. Ja. Oké, vervolg je betoog, want daar hebben we behoefte aan. Ja, ik vind dit zelf ook wel een aardig voorbeeldje van hoe dat fout kan gaan met die bias. Dit is een soort van chatbot die volgens mij van Microsoft had geproduceerd. En die zou dan met heel veel mensen op internet zou die kunnen gaan praten. En op basis van die gesprekken zou die dan steeds slimmer worden. En toen zijn er een heleboel mensen, hebben allerlei racistische prietpraten aan die chatbot opgehangen en allerlei rare complottheorieën. Maar omdat hij dus leert van waarmee hij gevoed werd, ging hij dat dus gewoon nadoen. Dus dan kreeg je dit soort resultaten, dat Bush did 9/11 en Hitler would have done a better job than the monkey we have now. Ja, dit is dus het resultaat als je gewoon... Als je met bepaalde trainingsdata zo'n chatbot voedt. En dat gaat dus op een heleboel manieren verkeerd. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar op een minder extreme manier gebeurt het eigenlijk bij de meeste
de dingen die iets geleerd krijgen. Want als je gewoon ook naar alle informatie die online staat gaat kijken, dan zit er ook vaak bijvoorbeeld een wat vrouwonvriendelijke of racistische tendens in. Of in ieder geval dat bepaalde ook kwaliteiten daar minder hoog worden ingeschat door veel mensen. Gewoon door op basis van wat er online staat. Dus wat wij met z'n allen op internet zeggen. Dit vind ik altijd wel aardig om aan te geven hoe dat zelfversterkende effect kan optreden. Kijk, dit is in de VS wie er wordt opgepakt of veroordeeld voor, opgesloten voor minor drug offenses ten opzichte van het aantal gebruikers. Dus dan zie je dat er zijn gewoon veel meer witte mensen, dus die gebruiken ook het merendeel van drugs. Maar Afro-Amerikanen en Hispanic, dus mensen, Mexicanen bijvoorbeeld, die komen daarvoor veel vaker in de gevangenis. En dat komt omdat er in bepaalde wijken, dat zijn die hotspots, daar wordt vooral gezocht, omdat ze verwachten dat daar mensen opgepakt kunnen worden. Dus etnisch profileren in feite? Nou, het is meer profileren op achterstandswijken, waar dan toevallig mensen van bepaalde etniciteiten bovengemiddeld vaak wonen. En vervolgens, op basis van dit soort data, kan je dus, als je deze data als input gaat gebruiken, dan zeg je van, nou, er worden wel heel veel mensen van die afkomst of in die wijken opgepakt. Dus misschien moeten we daar maar vaker gaan zoeken, want daar scoren we zo vaak. En dan versterkt dat zichzelf. Dat is een self-fulfilling prophecy, wordt het dan. Ja, en volgens mij bij de politie snappen ze het zelf ook heel goed. Maar ik heb tot nu toe wel gezien dat het in verschillende landen toch wel gebruikt wordt en dat er weinig aan wordt gedaan om deze bias tegen te gaan. Want dat kan je natuurlijk prima doen. Je kan ook inprogrammeren dat je dat juist minder gaat doen, omdat je ziet dat dit effect plaats gaat vinden. Oké, je gaat naar een afronding. Ik ga naar een afronding, ja. Er zijn bij die profiling zijn altijd slachtoffers. Je hebt natuurlijk de false positives, dus de mensen die ten onrechte van iets worden verdacht, waarbij dat toch niet het geval is. Maar je hebt ook, was er niet nog eentje voor? Nou ja. Maar je hebt ook natuurlijk zorgverzekeraars die gebruiken ook dit soort methoden om bijvoorbeeld te bepalen wie een aanvullende verzekering krijgt. En dit is een student en die had een ernstige vorm van kanker gehad en vervolgens kon hij geen enkele aanvullende verzekering meer krijgen. Omdat ze zeiden van ja, je bent een brandend huis. Met jou is de kans heel erg groot dat we gigantische kosten aan jou gaan hebben als jij een verzekering krijgt. En je moet er ook niet aan denken als in de toekomst dat de wetgeving nog zo verandert dat het ook voor een basisverzekering kan gaan gelden. Of dat dit soort informatie op basis van je DNA-profiel wordt bepaald. Daar moeten we volgens mij heel erg voor uitkijken. Dus de solidariteit volledig weg uit de verzekering. Ja, die kans zijn we natuurlijk al heel erg aan het opbewegen. Ja. Ook bijvoorbeeld met autoverzekeringen. De premiedifferentiatie. Waarbij je rijgegevens af moet staan. Ja. En dat als je dan wat gevaarlijker rijdt, dat je dan meer moet betalen. Heel veel mensen vinden dat rechtvaardig. Maar uiteindelijk ben je dan meer je individuele risico aan het afdekken. In plaats van dat je samen de risico van elkaar met z'n allen deelt. En dat is in principe wel het idee van verzekeren natuurlijk. Okay. Zeker bij zorgverzekeren vind ik dat belangrijk. Er wordt natuurlijk dus in smart cities wordt er gigantisch veel gegevens over iedereen verzameld. Daarbij is het dus volgens mij heel erg belangrijk om je af te vragen van wie is die slimme stad? Wie beheert die technologie? Van wie is die data die we met z'n allen produceren? Is die van ons allemaal? Ja, wat mij betreft is het dus, als we met z'n allen data produceren, dan is die van ons allemaal. Moeten we daar ook allemaal toegang toe krijgen? En niet één bedrijf of één overheid. Ook vind ik het een vraag, maar is misschien een beetje off-topic voor nu. Als je dat soort diensten laat uitvoeren door een bedrijf als Google, ben je dan niet verkapt aan het privatiseren? Dat gaat zo onder andere om dit soort lantaarnpalen, waar niet alleen maar een CO2-sensor in zit, dat is hartstikke handig, maar waar ook willen ze in alle lantaarnpalen een camera stoppen. Ik ben ook vrij kritisch over cameratoezicht, dus hierbij vraag ik me ook af van moeten we al die sensoren wel willen? In veel gevallen denk ik dat het nog wel prima is, maar dat het meer gaat over van wie controleert die data. Maar bij sommige sensoren kun je dus ook afvragen, moeten we dat wel willen met z'n allen?
Zeker ook omdat als een bedrijf daar toegang toe krijgt, dan zie je dat hoe groter een bedrijf wordt, hoe slechter ze zich vaak gaan gedragen. Dus dat of de vraag is of je dat er wel aan toe moet vertrouwen. Ook omdat bij een bedrijf heb je natuurlijk geen democratische controle, bij een overheid wel. Google die was eerst, waren ze best een leuk innovatief bedrijfje met allemaal mooie beloftes. En inmiddels hebben ze al die mooie beloftes laten varen. En dit motto hebben ze inmiddels ook maar laten vallen, dat don't be evil. En ik vind The Circle vind ik een heel goed boek en een hele goede film inmiddels ook. Waarin uit wordt gelegd, er ontstaat eigenlijk een scenario waarin iedereen elkaar kan bekijken. En dat één bedrijf de controle heeft over die informatiestromen. En dat hij daardoor ook heel erg machtig wordt, omdat hij alles over iedereen weet. En ik ga niet alles verklappen, maar dat leidt tot een behoorlijk negatieve situatie waar we voor uit moeten kijken. Dus wat zijn de oplossingen? Nou, dat is inderdaad ook wat in die AVG staat, privacy by design. En dat er goede standaarden moeten komen voor data-eigenaarschap. Dat als jij data afstaat, dat jouw persoonlijke keuze moet zijn. Dat het ook een bewuste keuze moet zijn. Die AVG is een hele goede stap in de goede richting. Maar het staat of valt wel bij de handhaving. En tot nu toe, de autoriteit persoonsgegevens heeft niet echt heel veel gehandhaafd. En worden daar ook voor onderbezet. Op dit moment nog. Dus ik hoop echt dat dat beter gaat gaan. We moeten volgens mij veel strenger gaan kijken toch wel naar het beperken van privacy schendingen. Zowel door overheden als door bedrijven. Ik denk dat we naar grote bedrijven wat strenger kunnen kijken dan naar kleine bedrijven. Omdat het voor kleine bedrijven soms wel lastig is. Dat daar ook vaak de innovatie vandaan komt. Terwijl grote bedrijven, daar mag je ook meer van verwachten. En het risico is, als een bedrijf groter wordt, dus zie je helaas toch dat ze iets vaker ethische kwalijke keuzes gaan maken in de regel. En een hele belangrijke voor vanavond vind ik dat die algoritmes eigenlijk als standaard altijd transparant zouden moeten zijn. Op een begrijpelijke manier, zodat iedereen ernaar kan meekijken. En ook dat iedereen er zoveel mogelijk over mee zou moeten kunnen beslissen. Dus dat je democratische controle hebt over hoe die algoritmes werken. Dank jullie wel. Oké. Het programma is wat uitgelopen. We gaan nu ontspannen en even pauzeren, want daar zijn jullie echt denk ik wel aan toe.
Dames en heren, vanwege de tijd wil ik u verzoeken weer plaats te nemen, want dan gaan we nog een half uurtje tot 9:50 nog wat met elkaar spreken. Rob? Onze eigen redactie is... Hij is zo ingespannen bezig. Ik vraag mijn gasten om weer hier voor te komen zitten. En ik had eigenlijk het volgende idee. We hebben een paar stellingen. Ik begin bij stelling 2. Waarom? Omdat hier in de zaal iemand aanwezig is van Smart City Haarlem. En het lijkt me aardig om het ook een beetje Haarlems te maken. En te vragen, waar zijn jullie mee bezig? Hè? Met name, dat is deze gast daar. Misschien mag hij zich even voorstellen. Deze gast. Goedendag, ik ben Daniel van der Boer, Smart City Haarlem dus. Smart City Haarlem, waar zit die? Waar zit die club gevestigd? Dat is gevestigd onder de KPN-toren. Dus onder, dat is een symbolische plek. Haarlem wel een bekende plek, ja. Ja. In ieder geval, kun je zeggen, wat is eigenlijk de stand van zaken met jullie project? Ja, we zijn vorig jaar begonnen met Smart City Haarlem. En dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Enerzijds hebben we een Smart City Center, waar we werkplekken verhuren aan Smart City specialisten en ZZP'ers. Maar wat het voornamelijk denk ik voor nu het meest interessant is, is we doen aan innovatietrajecten. Dus we proberen eigenlijk innovaties te versnellen. Ja. En dat is vrij breed. Maar we zijn bijvoorbeeld met het Spaarne Gasthuis met een innovatietraject bezig. Ja. En ook met de gemeente Haarlem zijn we aan het kijken of we de Waardepolder energie neutraal kunnen maken in 2030. Ja. Maar jullie hebben een stuk of 7 projecten, geloof ik, hè? Transitiepaden. Ja, je hebt verschillende transitiepaden. Zo noem je dat. Ik zag ze volgens mij net ook in een afbeelding al voorbij komen. Ja. En ja, goed, dat gaat over van mobiliteit tot smart care tot bijvoorbeeld blockchain technologie. Dus er zijn heel veel verschillende transitiepaden. En eigenlijk wat ik zie, is dat data daar wel het centrale punt in is. Dus data is gewoon een steeds belangrijker onderdeel. En ja, om innovaties te kunnen waarmaken, heb je vaak data nodig. Onze stelling luidt, de overheid moet regie hebben over smart city initiatieven. Dat vind je misschien niet leuk als ondernemer. Ik vind dat... de overheid moet daar wel een rol in hebben, vind ik. Want als we ze doen mee in jullie projecten, toch? Hè? We zijn in gesprek met de gemeente Haarlem. Ja. En ze ondersteunen ons ook. En we hebben de donderdag toevallig weer een vervolggesprek daarover. Maar ik vind het zeker belangrijk dat de overheid wel regie daarin neemt. Ik denk als we zoals nu doorgaan, dat techbedrijven echt onze eigenlijk meer kunnen bepalen dan de lokale overheid. En ik denk dat we daar wel voor moeten waken. Ik denk niet dat de gemeente zelf helemaal die rol moet nemen, maar die zouden ze juist bij een partij zoals bijvoorbeeld Smart City Haarlem moeten doen. Hebben ze er verstand van binnen de gemeente? Er zijn binnen de gemeente Haarlem, vind ik, zeker wel mensen die er verstand van hebben. Ambtenaren? Ja. Politici? Dat zijn politici, ja. Nee, zijn er ook politici geïnteresseerd in de wethouders? Of weten ze van jullie bestaan en hebben ze daar ideeën over? Want dat is mijn vraag. Er zijn een aantal mensen die daar zeker, die ook heel erg voorstander van ons zijn. Ik ga daar nu geen namen bij noemen. Nee. Maar goed, ja, de ene heeft er meer verstand van dan de ander. Ja, dus die rol van de overheid, die moet er wel zijn, vind jij? Ja, dat vind ik zeker, ja. Ja. En ja, we zijn ook al een tijd met hen in gesprek om ons officieel te ondersteunen. Nou, dat punt is er nu eigenlijk wel, dat is wel bereikt. We zitten nu alleen ook nog heel erg aan het praten met ze om financiële ondersteuning erbij te krijgen. Want op die manier kan je impact maken en anders is dat natuurlijk moeilijker. Edzard wil er iets over vragen, daar heb ik begrepen. De vraag is dus, wat wil Smart City Haarlem bereiken eigenlijk? Wat is de doelstelling? Waar gaan we naartoe? Nou, het startpunt waarom ik ermee ben begonnen is, ik zie de afgelopen 10 jaar zijn er heel veel technologische ontwikkelingen geweest. We zijn met ons smartphone beter bereikbaar dan ooit. Aan de andere kant misschien ook juist niet, maar er is heel veel veranderd de afgelopen 10 jaar. En mijn voorspelling is dat het de komende 10 jaar nog veel sneller gaat. Nou, ik ben zelf daarnaast ook ondernemer. Ik heb 2 mediabedrijfjes en ik doe nog wat dingetjes in het vastgoed. En ik voorspel gewoon dat voor de 1200 bedrijven die in de Waardepolder zijn gevestigd, dat er gewoon een heel groot deel is als die niet
nu starten met innoveren, dat een heel groot deel over 10 jaar niet meer bestaat. En eigenlijk bij Smart City willen we die bedrijven helpen, maar ook bijvoorbeeld de gemeente, om de stad van de toekomst te ontwikkelen. En ja, ik denk, we kunnen ook ons ogen ervoor sluiten, maar ik denk dat dat niet de weg is om de stad van de toekomst te ontwikkelen. De achtergrond van die stelling is natuurlijk dat we over die privacy en die bewaking van die veiligheid voor de burgers ons zorgen maken. En dat speelt dus niet een rol, want je zegt de overheid moet ons faciliteren, er moet wat geld van komen. Maar is er vrees voor, is het terechte vrees dat er privégegevens verhandeld en gecombineerd gaan worden zonder dat we iets in de gaten hebben? Ook bij jullie project. Kijk, bijvoorbeeld met de provincie Noord-Holland praten we nu over de inrichting van een datalab bij ons. Uiteindelijk als je via sensoren data verzamelt, moet je er wel goed op letten dat je die op een juiste manier verwerkt. En daar zitten natuurlijk privacygevoelige informatie zit daarbij. En daar moet je heel goed over nadenken. Moeten we daar de overheid zwaarder op inzetten? Ja, denk ik wel. In welke richting, in welke zin? Nou, vooral in dat je bepaalde eisen stelt onder zeg maar voorwaarden voor dataverzameling en voorwaarden voor over die dataverwerking. Dus dat je in ieder geval transparant bent over wat je verzamelt, dat je transparant bent over hoe je die verwerkt en wat je daarmee doet. En dat het dus ook op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd. En dat als data dus worden geproduceerd eigenlijk door personen die er een beetje niet vermoedend rondlopen, dat die eigenlijk ook eigenaar zijn van die gegevens. En dat die dus zelf ook kunnen bepalen wat er met die gegevens gebeurt. En dat je dus ook bijvoorbeeld kan eisen dat gegevens van jou vernietigd worden. Er is trouwens een heel mooi manifest, TADA, dat is door de gemeente Amsterdam al ondertekend. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, maar als jullie het nog niet ondertekend hebben, kan ik echt aanraden om dat te ondertekenen. Er staan ook wel dit soort dingen in. Dus het gaat heel erg over data-eigenaarschap, maar ook over inclusiviteit. Dat dit soort verzameling en verwerking van gegevens er nooit toe mag leiden dat bepaalde groepen worden uitgesloten, bijvoorbeeld. En is... Wat zou jouw advies aan de wethouder zijn om te zeggen, nou, ga dit document eens bekijken en met zo'n Smart City doornemen en ondertekenen? Nou, aan de wethouder, maar ook aan Smart City Haarlem en ook aan bedrijven die zich hiermee bezighouden. Bedrijven en organisaties en overheden kunnen dit manifest allemaal ondertekenen en zich committeren aan bepaalde manieren van om met data om te gaan. Dus dat kan een rol van het gemeentebestuur zijn om dat in de stad te entameren, dat dit gebeurt. Zeker, ja. Ja. Okay. Nou, sterker nog, het is een verplichting van de gemeente. Met ingang van de verordening heb je als gemeente gewoon een verplichting om ook al je processen wat dat betreft in te richten op een dusdanige manier dat je voldoet aan de verordening en dat je dus eigenlijk doet aan privacy by design. Is iemand ervan op de hoogte? Ook zo'n nieuw initiatief zou wat dat betreft, zo'n Smart City, zou wat dat betreft al bij het ontwikkelen van de concepten en dergelijke, heeft in principe al de verplichting op grond van die AVG om van meet af aan, van scratch on, eigenlijk ook te denken aan hoe zit het nou met de privacy en hoe zit het nou met het gebruik van data en de bescherming van die data. Weet iemand of de gemeente daarmee doende is? Weet u er iets van? Nee, daar weet ik niks van. Ik ben functionaris voor de gegevensbescherming. Ja. En ik weet zelf heel veel. Waar zo? In welk? Van verschillende gemeenten. Ik ben consultant. Okay. En, ik ben docent ook bij verschillende organisaties op het gebied van de privacy. Ik ben overigens geen jurist. Ik ben een marketeer van huis uit. Dat is heel bijzonder. Maar ik onderschrijf echt uw gedachten en ik vind dat de Piratenpartij wel een beetje de AVG aan het opsommen is. In de AVG staan eigenlijk die dingen allemaal die jij noemt. En om daar weer extra manifesten voor op te stellen, ik zou toch willen waken voor een stuk bureaucratie in deze. We hebben de AVG, laten we daar nou mee aan de slag gaan. Ik weet dat er heel veel initiatieven zijn, ook binnen gemeenten, om datalabs op te zetten. Ik heb er overigens wel mijn zorgen over. In welke zin? Omdat daar nog te weinig kennis is over privacy by design, om van tevoren echt de impact in te schatten als je dus zeg maar al die gegevens gaan verzamelen. Daarnaast, die gemeentes zitten vaak op gegevens die ze gekregen hebben voor een bepaald doel. En op het moment dat je dus die gegevens voor een ander doel gaat gebruiken, dan zul je eigenlijk een nieuwe
doel moeten bepalen en een nieuwe grondslag moeten vinden om dat te doen. Dat gebeurt nog te weinig. Dus we zullen zeker nog wel het nodige aan kennis moeten sleutelen. En ik zie niet alleen hier een rol voor de plaatselijke overheid, maar ik zie veel meer ook voor de landelijke overheid. Als we dingen iets willen doen, zoals datalabs, versnellingen willen brengen, algoritmes willen gaan gebruiken, zie ik daar ook zeker iets weggelegd voor de landelijke overheid. En misschien nog veel erger, veel meer in Europa, dat we dat soort dingen moeten regelen. Algoritmes gebruiken, hij heeft het gehad over het algoritmes democratisch kunnen controleren. Daar had ik het inderdaad over. En nog even voordat ik word beschuldigd van pronken met werk wat ik helemaal niet zelf heb gedaan. Dat Tadaa-manifest is geen piratenpartij-initiatief. We vinden het wel een heel goed initiatief, maar uiteindelijk is dat volgens mij de Amsterdam Economic Board is erbij betrokken geweest en de Waag. En het gaat ook wel op een aantal punten wat verder dan de AVG. Want de AVG zegt relatief weinig bijvoorbeeld over inclusiviteit. En dat groepen nooit buitengesloten mogen worden door dit soort... Er zit iets meer ethiek in. Hè? En, zou ik zeggen van wel. Oké, Rutger? Nou ja, ik wil er nog wel even aan toevoegen dat ik eigenlijk volstrekt met meneer oneens ben. Ik heb zelf twee dat jaar hebben op het Datalab, graag in een debat. Ik heb zelf 2 jaar op het Datalab van Amsterdam gewerkt. Ja. En als er 1 plaats was waar de kennis wel aanwezig was, dan is het daar. Ja, ik heb daar zelf ook gewerkt. Maar dus, dat komt wel door de privacycommissie. De privacycommissie heeft dat denk ik een hele belangrijke bijdrage aangeleverd. Omdat die met name in Amsterdam, zeg maar alle initiatieven die daar ontstaan in de ambtenarij om privacy te gaan gebruiken. Die commissie die waakt daar heel erg over. Dat doen ze al 15 jaar. Dus ik denk dat daar ook wat dat betreft een heel mooi initiatief. Wat zeker navolging zou kunnen hebben in andere gemeentes. Kijk, er moeten mechanismen worden ingericht die inderdaad maken dat je zorgvuldig bent in de ontwikkeling van algoritmiek of beslissingsondersteunende systemen. En misschien nog even mijn reactie op deze stelling. Ja. Ik vind dat de overheid niet de regie moet hebben, maar wel kaders moet stellen als het gaat over smart city initiatieven. En er is altijd zo'n debat over wat is nou een smart city initiatief. Is dat iets wat vanuit de gemeente wordt gestart, hè? Of is dat iets wat ook een burgerinitiatief kan zijn? Dus kennelijk hier een burgerinitiatief. Ja, inderdaad. Wat beoogt dan zo? Wanneer is iets een smart city initiatief? Hè? Dat soort definitiekwesties vertroebelen vaak ook het debat. Misschien helpt het om daar ook enige context in te duiden. Misschien moeten we het iets algemener trekken. Want als je nou kijkt naar wat ik in de kranten lees de laatste tijd, dan zie je gewoon dat er nu toch wordt geroepen om publieke controle op het hele dataverkeer, zou ik maar zeggen. Dat er toch nu blijkbaar een keerpunt komt. Kijk wat er nu gaande is met allerlei onderzoeken naar wat er aan beïnvloeding in de politiek is. Daar is kennelijk behoefte aan toch publieke controle op dit fenomeen. Als we het wat breder zien dan alleen Haarlem City, waar we het net over hadden. Hoe verklaar je dat eigenlijk? Daar is dan toch een doorgeschoten liberale situatie. Nou, ik denk omdat de impact nu steeds meer manifest wordt van dergelijke technologie. Hè, als je dus ziet dat 1 bedrijfje in staat is om de verkiezingen in de Verenigde Staten te beïnvloeden. Ver weg buiten de landsgrenzen van de VS zelf. Hè, is dat gigantisch. Bevinden we ons nu op een keerpunt wat dit betreft? Nou, zeker. Kijk, met de opkomst van het internet. Ik weet nog dat ik als een van de weinigen achter mijn Netscape-browsertje op internet aan het koekeloeren was. En echt als een early adapter kennis maakte met die technologie. En ik was een leek. Ik was de enige hè, in mijn omgeving. Ik kon mijn verhaal nergens kwijt. En nu voelt dat eigenlijk een jaar of 15, 20 later weer vergelijkbaar. Als het gaat over de impact van dergelijke datatechnologie op de samenleving, die is ook massive. Dus ik vind het heel goed dat het nu wat meer gemeengoed wordt en dat er juist ook dit soort initiatieven plaatsvinden en dergelijke controlerende mechanismen. Want dat viel me op in jouw inleiding dat je toch betrekkelijk weinig over de valkuilen. Je hebt het vooral over de kansen gehad om effectiever te opereren als politieapparaat bijvoorbeeld. Maar er zijn de grote risico's voor burgers. Meneer Dolmatov heeft daar de consequenties van ondervonden in de asielzoekerssfeer, zou ik maar zeggen. En er zijn toch ook mensen die in de kluwen van
van gegevens hun identiteit kwijtraken en daar zoveel last van hebben. Die collateral damage waar we het even over hadden, is zo fenomenaal dat je misschien wel helemaal moet pas op de plaats moet maken met deze techniek. Of is dat te gek gedacht? Je stopt de techniek niet, hè? Ja, ik denk dat dat een utopie is. Ik denk dat we wel moeten zorgen dat we goede regulering en handhaving organiseren. Want die meneer van die vandaag in de krant stond, met dat die jonge... Met een gekleurde haar. Met een gekleurde haar, ik ben zijn naam, Willys heette die geloof ik. Die hadden erover, we staan voor een duivels dilemma. Of we moeten de techniek een halt toeroepen, of we moeten de democratie verkwanselen. Of we moeten het middenpad bewandelen, met algoritme het nepnieuws aanpakken. Is dat een middenweg? Dat las ik vandaag in de NRC toevallig. Het is hoogst hot, dit onderwerp. Ja, ik vind dat een heel ingewikkelde vraag. Hè? Het is ja, dat is het zeker. De techniek, dezelfde techniek proberen te beteugelen. Of, ik vond het een wonderlijke bewering met algoritme proberen de zaak in het midden te houden. Ja. Door ook nepnieuws te ontmaskeren. Nee, dat begrijp ik. Is dat een optie? In theorie zou dat kunnen, maar de kans dat je als mens dan buitenspel komt te staan en er totaal niet meer op van invloed bent, is dan denk ik te groot. Dus of je dat moet willen, dat weet ik ook niet. Ik denk dat vooral regulering... Regulering, door wie? Nou, wel door een overheid. Door een overheid. Jazeker, en de GDPR of de AVG is daar denk ik een hele belangrijke stap in en ook een noodzakelijke stap. Ja, dat is op Europees niveau in feite. Dat is de hoogste regering die we kennen, hè? Want er is geen wereldregering. Of moet het nog hoger worden opgespeeld, zoals het klimaatprobleem naar de VN is gebracht bijvoorbeeld? Dit kon wel eens een probleem zijn van dezelfde overheid. Dat zou fantastisch zijn, ja zeker. Ja, daar wordt niet over. Ja, in dat boekje wat ik heb gelezen werd een vergelijking getrokken tussen het klimaatprobleem en dit probleem. Ja. En dat je moet opwerken naar een hoog VN-niveau. Je hebt ook gezien in de uitzending van Tegenlicht dat de Chinezen heel anders tegen privacy aankijken dan wij West-Europeanen. Ja, daar telt de privacy iets minder, zou je kunnen zeggen. De vraag of je ooit consensus bereikt op dat niveau is ten zeerste de vraag. Er is daar nog een vraag. Ja, dankjewel. Ik had een vraag over, want dit gaat heel erg over regulering door overheid. We hebben het over bedrijven. Het zijn allemaal instituten ver weg. Wat zie je voor rol voor de burger? Gewoon de mens. Het gaat allemaal eigenlijk over ons. Ja. Wat zie je daar voor mogelijkheden? Ja, in de zin van jezelf beschermen ook, bijvoorbeeld. Als ik kijk naar hoe de afgelopen jaren, als je kijkt naar customer experience, hoeveel meer mensen gewoon burgers bekend zijn en gewend zijn geraakt. En dat het makkelijker is, dat het mooier is, dat je elkaar kan vinden op internet. En zo macht kan creëren met elkaar. Dat zie ik hier ook wel als een optie. Alleen dan moet dat. Ja, hoe zien jullie daar de mogelijkheden toe? Ja, kijk, we hebben met die AVG heb je als burger eigenlijk een hoop instrumenten in handen om zelf de controle uit te oefenen wat er met je gegevens gebeurt. Maar je moet er wel iets aan doen. He, je moet wat dat betreft niet zoals de meeste consumenten nu onmiddellijk. En liefst nu besteld, nog voor 12 uur vanavond in huis. Het komt er wel op neer dat wij heel erg social media minded zijn. Hè. Kijk, je moet je voorstellen dat je dadelijk in de winkel staat en je past een jurkje aan op een scherm en je kunt alle kleuren proberen. En wat je wil is dat je vrienden even meekijken om te kijken of dat blauw je nou werkelijk staat. Maar aan de andere kant, als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, dan krijg je de dienstverlening niet. Nou, dat is in de nieuwe regeling is dat wat anders geregeld. Het is niet zo dat je dadelijk toestemming voor het gebruik van data mag je niet afhankelijk maken van het al dan niet verlenen van de dienst. Hè. Dus, maar dat zullen de meeste bedrijven ook niet doen. Hè. Kijk, wat dat betreft, mijn leden wil ik graag aan jou wat verkopen. En die zullen echt niet zeggen tegen jou, als ik jouw data niet krijg, dan wil ik niks aan jou verkopen. Ja. Hè. Kijk, ze willen wel graag weten hoe jij je gedraagt. Bijvoorbeeld om in te kopen, om te weten wat je graag doet. Wat mensen van jouw leeftijd, met jouw profiel, wat die leuk vinden, wat die niet leuk vinden. En misschien vind jij het ook wel leuk om te horen jij hebt een interesse voor die rode laarsjes. Mensen die ook interesse hadden voor die rode laarsjes, die kochten ook de tasje erbij. Als consument kan het ook wel aardig zijn, maar de vraag van jou is van wat kun je zelf doen aan je eigen veiligheid op dit punt, toch? Wat? Nou, en hoe kunnen we de mensen, de burger,
Ja, en hoe kunnen we de burger... Hoe kunnen we de burger en de mensen helpen om in beweging te komen? Want ik ken wel, ik weet de rechten van de datasubject om op die manier wat te doen, maar dat is een eenling. Hoe kunnen we nou voor zorgen dat mensen meer bewust zijn? Je kan inderdaad, je kan van Facebook af. Maar hoe kunnen we dan de kracht van het publiek, van ons allemaal, helpen om in te zetten? Je kan niet, niet afstuderen als je niet kan googlen bijvoorbeeld. Dan kan je gewoon niet afstuderen. Kijk, een van de dingen die... Oh, dat kan uitstekend hoor. Oh ja? Ja, bovendien. Oh, er zijn ook alternatieve zoekmachines zoals DuckDuckGo en Startpage. Okay, en die werken uitstekend. Ik weet er te weinig van dus. Maar het is inderdaad, het wordt je lastig gemaakt. Ja. Kijk, een van de dingen die je kan doen, is zorgen dat je de maatschappij goed prepareert. Hè? Dus het is zo dat we nog steeds allerlei klassieke talen op school onderwezen krijgen. Hè, nou, Chinees ook nu, hè? Ja, zeker. Maar nog steeds geen Java of C of Python. Hè, en dat is wat alle programmeurs dus wel gewoon wereldwijd met elkaar uitwisselen. En als overheid zou je daar best stappen in kunnen nemen. Om in ieder geval in navolging van analfabetisme ook digibetisme aan te pakken. En net als dat nu eigenlijk omgangsregels met social media best wel een onderwerp zijn geworden op lagere scholen. Zouden dit soort aspecten daarin ook prima plaats kunnen hebben. Is dat, ben je de enige die dat roept of is dat een beweging in Nederland? Ik heb geen idee. Oké. Okay. Ja, wij roepen dat ook wel. Ja, ja. Nog een vraag. Stemmen. We praten veel over die nieuwe technologische ontwikkeling en hoe we dat dan op een juiste manier doen. Mijn vraag is eigenlijk, vinden wij dat wij die technologische ontwikkeling maar gewoon moeten laten plaatsvinden? Of is er een soort ethische discussie vergelijkbaar met de medische wetenschap? Hoe ver we nog gaan met de genetische manipulatie, dat soort dingen. Hè? Ik krijg een beetje de indruk dat wij in deze discussie die ontwikkelingen gewoon zien als natuurwet. Daar is nou eenmaal niks aan te doen. Laten we maar gewoon begrijpen hoe we daarmee omgaan op een nette manier. Is dat hoe we daarnaar moeten kijken? Of zijn er misschien ontwikkelingen die we niet moeten doen? Wie van jullie? Ik denk dat de meeste technologieën, dat we die wel degelijk moeten ontwikkelen, omdat ze ook gewoon heel veel voordeel kunnen bieden. Maar dat het vooral de ethische vragen zijn van hoe zet je die technologieën in en hoe ga je daar als samenleving mee om? Er zijn er bepaalde technologieën waarvan je, die bestaan natuurlijk ook, waarbij je moet zeggen van dat willen we niet meer doorontwikkelen. Maar en is dat heel erg lastig en is dat niet altijd de beste oplossing. Maar bijvoorbeeld een goed voorbeeld vind ik wel bijvoorbeeld drones of andere robots die autonoom op mensen gaan schieten. Daar hebben we als wetenschappers ons ook wel hevig tegen verzet en vrij succesvol. Dat is nu ook wel in de VN is daar een soort van moratorium op. Dat is maar een klein stapje, want nu zit er dus een mens achter een computer de hele tijd ja te klikken als ze weer eens iemand dood willen schieten. Maar ik vind het wel goed dat we die technologie in ieder geval dan, dat die wat minder ontwikkeld wordt toch om die reden. Of in ieder geval niet mag ingezet worden, want hij wordt eigenlijk nog wel degelijk doorontwikkeld. Maar ja. In het verleden is het ook goed gebeurd met lasers die mensen blind maakten, maar die dood maakten. Daarvan hebben we toen toch met z'n allen gezegd van ja, dat gaat gewoon voor iedereen heel veel schade opleveren. Dus laten we hier stoppen met het doorontwikkelen van deze technologie. Rutger? Mag ik ook nog heel even op die vraag reageren? Ja, prima. Want je kan een heleboel dingen natuurlijk op individueel niveau doen. Dus je kan adblockers installeren, je kan trackerblockers installeren, je browser kan allemaal binnen één minuutje. Op de toolbox van Bits of Freedom kan je dat heel goed vinden. Er zit een hele goede collectie van dingetjes die je vaak binnen een minuut kan doen en waarmee je echt je privacy een stuk beter beveiligt. Maar bijvoorbeeld, we hadden het net ook even over nepnieuws en je kan heel goed als een soort van burgercollectief bepaalde beoordelingen geven aan websites of aan losse artikelen en het waarheidsniveau daarvan gaan invullen. En dit vind ik bijvoorbeeld heel erg belangrijk, dat het niet door een overheid wordt gedaan, want dan wordt het al snel een soort van Ministry of Truth. Yeah. Uit 1984 van George Orwell. En dat moeten we volgens mij niet willen. Bottom-up. Beter bottom-up dan top-down. Ja, precies. Rutger, jij wilde daarop ingaan. Nou ja, ik wilde reageren. Weet je. Kijk, sommigen die ons omschrijven dit wel als de vijfde golf in de ontwikkeling van de mensheid, hè, na de industriële revolutie, et cetera, is het een ontwikkeling die niet te stoppen is. Hè. Als het in Nederland misschien niet mogelijk is, dan is het in een ander deel van de wereld, gebeurt het alsnog. Dus je zal erin mee moeten. En dan is het inderdaad de vraag van, kunnen wij met elkaar
afspraken maken over hoe we deze technologie inderdaad in ons voordeel kunnen inzetten. En precies wat jij eigenlijk ook zegt. Op een menswaardige manier daar profijt van hebben met elkaar. Maar dat moet ergens... dat kan bottom-up ontstaan bij in de samenleving. Maar dat zou toch ook iets van beleid moeten zijn van overheden of wat dan ook? Het beleid bij overheden, dat ontstaat in mijn visie ook bij voorkeur bottom-up. Oké. Okay. Dat is ook een bepaalde richting, een bepaalde tak van het socialisme. Zo van onder gewerkt. Goed. Andere vragen misschien nog? Het is nu 10:00. We kunnen nog. Ik ben aan de rondvraag nu eigenlijk begonnen. Ik vraag dus in de ronde of er deze experts nog... we hebben nog... eigenlijk nog één stelling over. Misschien kunnen we daar nog even langslopen. Dus stelling 3. De vraag is, we hebben hem voor een deel al aan de orde gehad, maar wie zou verantwoordelijk moeten zijn voor de dataverzameling en de dataverwerking? Misschien kun je de volgende laten zien. Het is eigenlijk geen stelling, het is een vraag. Hè? De overheid? Oh kijk, dan komt nog een partij, de internetbedrijven. En dan komt nog een partij, onafhankelijk toezichthouder. En nog een partij, daar had zij het net over, wij zelf. Wil je hierop ingaan? Hoe moet het spel gespeeld worden? Wil het fatsoenlijk blijven? Nou, in principe zou ik zeggen, degene die de data verwerkt, moet zich aan de regels houden. Daar ligt de eerste verantwoordelijkheid. Dan moeten dus wel regels voldoende worden gemaakt en correcte regels zijn. Nou, die regels hebben we nou, denk ik. Die moeten we in kans geven. Is dit echt, je doet toch een beetje voorkomen alsof het nu geregeld is met die AVG? Nou ja, kijk, het is theoretisch is natuurlijk wel geregeld. Maar het valt of staat natuurlijk bij één handhaving. Ja. Nou, en daar zijn we zelf bij betrokken ook. Wat dat betreft, we mogen allemaal klaar bij de toezichthouder, bij de autoriteit persoonsgegevens, als wij denken dat er iets mis is met onze persoonsgegevens. Als we vaak genoeg klagen, zal dat voor de autoriteit persoonsgegevens een indicatie zijn dat er iets mis is, waardoor ze gaan onderzoeken. En wat dat betreft hebben we dus ook zelf in de hand een stukje melden. Dus een stukje actief waken over onze eigen data. En als we denken dat er wat mis is en we geen gehoor krijgen bij de verwerking, want dat kan ook hoor, het kan ook gewoon een onnozel gestart webbedrijfje zijn wat gewoon eigenlijk de regels niet kent en totaal onwetend je rechten met voeten treedt, maar dat niet echt wil. Dus vaak is een stukje contact met degene die de verwerking doet, dat kan al een heleboel helpen. Wat dat betreft mogen we een heleboel tegenwoordig. We mogen om inzage vragen, we mogen om correctie vragen en dergelijke. Maar we kunnen ook klagen bij de autoriteit persoonsgegevens. Ik zie onszelf niet gauw naar de rechter gaan, want het is veel te duur. Dat doe je niet zomaar. Maar ik denk, als we maar vaak genoeg klagen over een bepaalde gedraging die ons niet bevalt... Ben je optimistisch, dan komt het goed. Ja, en er komt nog een. En dat moeten we niet onderschatten. Tenminste, dat geldt zeker voor webwinkels en dat zal ook voor overheden gelden en dergelijke. We willen onze klanten niet irriteren. En op het moment dat we onze klanten gaan irriteren met de manier waarop we met hun data omgaan, dan verliezen we die klanten. Dan gaat die reviews. Maar je zit dit heel sterk in het kader van jouw werk met webwinkels. Maar wat ik heb gelezen de afgelopen dagen is dat er gewoon sprake is van een publiek-private surveillance maatschappij die dingen met elkaar combineert. En dat gaat veel verder dan een AVG-wetje. Dat gaat over met name opsporingsdiensten en inlichtingendiensten. En die gaan hun gegevens bij commerciële maatschappijen halen. Die mogen de gegevens... Daar gebeuren dingen die niet, vind ik, niet passen binnen die AVG-wet. Die gewoon... Of heb ik het nou verkeerd? De laatste dagen heb ik een boekje te lezen gehad. Wat was het? Ik ben me rot geschrokken. Ik weet, maar goed. Dus de AVG, daarmee regelen we het allemaal. Maar ik heb het idee dat het maar een buitenkantje van het probleem is. Klopt dat? Nou ja, kijk, in die AVG is een hoop goede dingen. Maar bedrijven zullen natuurlijk er alles aan doen om op een vrij slinkse manier toestemming los te peuteren voor verwerking van gegevens op een bepaalde manier die ook past bij die dienst. Dus dat is een probleem. De autoriteit persoonsgegevens is nu zwaar onderbemand. De Belastingdienst heeft geen limieten om gegevens te bewaren. De politie mag ze maar beperkt bewaren. Maar de Belastingdienst, en dan gaan ze leentje buur bij elkaar spelen. Dit soort spelletjes worden gespeeld, AVG of niet? Bevat de Belastingdienst onder de AVG? Nou,
precies. De field wel. Elke overheidsdienst valt eronder. Voor zover ze niet met de opsporing bezig zijn. Field is een opsporingsdienst, daarom. Natuurlijk kunnen ze, als ze een bepaalde opgedragen taak hebben, kunnen ze wel op die grond persoonsgegevens verwerken. Want wat dat betreft, in de uitoefening van een publieke taak mag je persoonsgegevens verwerken zonder toestemming en dergelijke. Dus dat kan wel. Maar in principe geldt ook een beetje van, we gaan uit van dat we de mensen moeten kunnen vertrouwen. In het recht geldt in principe het hoofdbeginsel is dat goede trouw wordt verondersteld totdat het tegendeel blijkt. Het tegendeel blijkt nu toch bij Facebook? Nou ja, kijk, bij Facebook zou je kunnen zeggen, er is behoorlijk wat misgegaan, ja. Maar dat wil niet zeggen dat alle bedrijven... Nee, maar dit is wel de grootste en de allergrootste, die het grootste kapitaal, die de grootste ongelijkheid in de economische vermogensfeer hebben weten te bereiken. Je ziet ook dat nou het meeste het effect balkon, niet heeft... Je ziet nou ook dat niet het meeste effect wordt gegenereerd door de vraag van regeringen aan Mark Zuckerberg om er eens te komen opdraven in bijvoorbeeld Engeland, wat hij gewoon niet doet. Maar je ziet wat de meeste pijn doet, is natuurlijk dat de koers van zijn aandelen zakt. En wat dat betreft, en dat een heleboel gebruikers van Facebook op een moment besluiten via een hashtag die algemeen die bijna viraal gaat. Wat dat betreft hebben we... Wat kan dit gaan betekenen trouwens, als zo'n bedrijf onderuit gaat? De grootste van de kijk, op het moment dat we ons als gebruikers mobiliseren en met z'n allen duidelijk onze afkeuring laten blijken, zie je dat er ook wat gebeurt. Kijk, in die zin, ik geloof maar dat Facebook de meeste pijn heeft, niet van het feit dat het gebeurd is, maar het feit dat ze er niet adequaat op gereageerd hebben. En dat wat dat betreft, dat de gebruikers van Facebook zeggen van, het hoeft voor ons niet meer op die manier. En dat ze alom iedereen zelfs aan de hand doen, hoe je nou kunt ont-Facebooken en noem maar op en dergelijke. En ik denk dat we dat, wat dat betreft, onze eigen kracht... Als consumenten hebben we een kracht. We hebben, zeker in deze tijd, waarin we gewoon berichten ontzettend snel viraal kunnen laten gaan, kunnen delen via onze sociale media, waarin we ons ongenoegen kunnen laten blijken. En ook voor Facebook geldt, en voor iedereen die data verwerkt geldt, althans die zijn klanten tevreden wil houden, je goede naam die gaat te paard en die komt te voet. En dan zul je heel wat aan moeten doen als die eenmaal weg is, om die weer terug te krijgen. Er is nog een vraag achter in de zaal. Ja, ik vroeg me met name af of de vraag of algoritmes transparant zijn, ook als ze in commercieel eigendom zijn, die veel effecten hebben op mensen, niet alleen de data, maar ook algoritmes, in hoeverre dat door de AVG gedekt wordt. Want vaak zitten er patenten op, zijn ze geheim. Ik kan me niet voorstellen dat de AVG dat allemaal regelt, nee, de AVG... afgezien van de complexiteit. De AVG die regelt dit inderdaad helemaal niet. Dat is niet waar. Het staat nergens in de AVG dat algoritmes altijd verantwoording moeten afleggen over wat ze doen. Nee, maar ze moeten net wel... Net zoals het bij een mens het degene die algoritmes gebruikt voor automatische besluitvorming, zal op grond van de AVG zal duidelijkheid moeten verschaffen hoe dat algoritme dat wordt dus werkt. Wel de lakmoesproef, want het bedrijfsleven heeft daar de zaken wel voor zichzelf gehouden. Kijk, en er zit de grens natuurlijk in hoeverre je door het blootgeven van een algoritme bedrijfsgeheimen prijs geeft, maar de wetgeving, en als we kijken naar de richtlijnen van artikel 29 werkgroep, die dat uitlegt, die transparantie zegt, je moet op een dusdanig begrijpelijke manier uitleggen hoe een algoritme werkt, dat diegene die getroffen is door het besluit van dat algoritme begrijpt hoe het werkt. Dat wil niet zeggen dat je precies tot vijf cijfers achter de komma moet aangeven hoe dat algoritme werkt. Maar bijvoorbeeld dat je duidelijk zegt, als u meer dan zoveel schulden hebt, krijgt u bij ons geen lening. Punt. Dat is duidelijk voor iedereen. En in die zin legt de AVG wel degelijk verplichting op aan degene die automatische besluitvorming doet op basis van een algoritme. Dat algoritme moet zelfs kenbaar worden gemaakt, dat moet duidelijkheid over worden beschaft. Iedereen kan vragen om een menselijke beslissing die is onderworpen aan een machine, eigenlijk machinebeslissing. Matthijs, deel je dit optimisme, dit juridisch optimisme? Nou ja, kijk, je moet een beetje inzicht geven in hoe je tot je beslissing bent gekomen, maar daar houdt het wel mee op. Dat is heel wat anders dan dat een algoritme volledig transparant is. Dat er bijvoorbeeld wordt gezegd hoe zwaar bepaalde aspecten worden gewogen ten opzichte van anderen. Laat staan dat er democratische controle over is.
Dus de AVG is een stap vooruit, ik begrijp het niet verkeerd. Maar dat gaat echt nog niet ver genoeg op het gebied van vraag. Het verantwoording afleggen door algoritmes. Dat is daar, en de laatste vraag. Nou ja, het was even gewoon een opmerking over algoritme, transparantie. Ik begrijp een beetje dat bijvoorbeeld het zoekalgoritme van Google, dat kun je bijna niet een algoritme noemen. Dat is, volgens mij, ik begrijp, een heel complex systeem. Dat er niet één persoon is die dat begrijpt. Dus dan vraag ik me af, hoe kun je dan zeggen, een algoritme kan transparant geverifieerd worden? Dat is een technische vraag die... Maar dat blijft ook het probleem, hè? Dat blijft ook het probleem. Kijk, we rijden ook allemaal in auto's zonder dat we helemaal begrijpen hoe die auto tot in de details werkt. Dan werkt het toch niet? Dan is het dan niet transparant? Nou ja, dat ligt eraan wat je transparant vindt. Hè. Okay. Kijk, op het moment dat je duidelijk wordt hoe het algoritme werkt, zonder dat, wat dat betreft, de AVG zegt, je hoeft niet helemaal in detail te treden over het algoritme, want daarmee geef je mogelijke bedrijfsgeheimen, prijzen en dergelijke. Maar je moet dusdanig transparant zijn dat degene die onderworpen is aan dat algoritme, dat die begrijpt hoe het in grote lijnen, hoe het werkt en hoe die ook wat dat betreft zijn eigen gedrag kan beïnvloeden, zodat hij wat dat betreft een andere uitkomst krijgt van het algoritme. Nou, dat gaat behoorlijk ver in de wetgeving. We moeten nog zien hoe dat in de praktijk uitwerkt. Maar kijk, je hoeft echt niet uit te leggen wat nou precies de berekening is, maar je zult wel moeten uitleggen wat het effect is. Rutger, ja. Tot slot. Nou ja, kijk, ik wil er wel iets over zeggen, want hoe het algoritme werkt is al vrij snel voor een mens niet meer te bevatten. Zodra het over bepaalde groepen machine learning klassificatie-algoritmes gaat als beslisbomen, dan kunnen we nog precies het pad volgen dat een algoritme aflegt, zeg maar. Maar op het moment dat het over neurale netwerken gaat van meer dan twee layers diep, dan is het voor een mens totaal onbegrijpelijk wat daar gebeurt. Dus in die zin is het denk ik veel belangrijker om te kijken, als het over transparantie gaat, naar hoe een algoritme tot stand komt. Is daar bijvoorbeeld een vier-ogen-principe gehanteerd? Net als hoe je bijvoorbeeld codeert, zou je daar afspraken over kunnen maken. Welke data gebruikt het algoritme en onder welke condities mag het algoritme worden toegepast? Is de context bijvoorbeeld vergelijkbaar waarin het getest is, waarin het ook wordt uiteindelijk wordt ingezet? Veel meer dat je rondom het algoritme zelf allerlei waarborgen introduceert, dan dat je echt de werking van het algoritme tot in detail kan uitpluizen. Daar zit denk ik een weg en anders is het een onmogelijke opgave. En dan jij als laatste, want dan hebben ze alle drie gehad. Nou, kijk, als ze open source zijn, iedereen kan met die algoritmes gaan spelen. Iedereen kan erin gaan zoeken en ze moeten verantwoording afleggen wat ze dus voor gedeelte al wat moeten doen, maar dat breid je wat uit, dat ze moeten uitleggen hoe ze tot een beslissing kunnen komen. Er zullen echt wel een aantal slimme nerds zijn die ermee gaan spelen en die zeggen van, maar onder deze voorwaarden komt dit tot deze conclusie en dit is dus het effect van het algoritme. En als er dan bijvoorbeeld uitkomt, mensen van kleur worden hier duidelijk door benadeeld, dan kan je dus zeggen van, moeten we dat wel willen met z'n allen en zou dat niet aangepast moeten worden? En als je dat dus volledig openzet en iedereen de mogelijkheid geeft om ermee te spelen en dat te onderzoeken, dan kan je daar wel degelijk veel meer mee dan ook dan nu in de AVG geregeld is. Oké, er is bescheiden juridisch optimisme, heb ik begrepen. Er zijn heel veel vragen. Het werd nogal technisch op het laatst. Ik heb er geen jolige avond van kunnen maken. Dat spijt me waarachtig, maar we hebben drie experts op bezoek gehad die ons toch wel iets hebben kunnen maken. We weten iets meer, ik althans, dan ik wist. Mag ik een applaus voor onze gasten? En achter de bühne krijgen we een klein beetje. Maar we kunnen nog wat napraten en wat minder technisch kijken wat we daar eigenlijk allemaal mee moeten met deze zaken. Dank jullie wel. De volgende meetup is maandag 23 april, thema burgercollectieven. En dat is gebaseerd op de uitzending van 1 april, geen grap. Mag ik de assistenten vrijwilligers bedanken voor hun ondersteuning vanavond, technisch en ook de mensen achter de bar. Tot de volgende keer.